het wetsvoorstel wat gaat over de asbestverwijdering. We willen graag correcte verslaglegging van deze bijeenkomst. En daardoor is het handig dat sprekers hun naam vermelden en gebruik maken van de microfoon, zodat de boel goed vastgelegd wordt. We hebben een bijeenkomst met twee delen. Het eerste deel gaat over de wetenschappelijke aspecten. Dan zullen de heer Helsloot en de heer Rosema het woord voeren. Die laat ik eerst hun bijdrage leveren. En van daarna heeft de commissie ruimte om vragen te stellen. We hebben gerekend tot ongeveer 4:50 voor dit deel. Als het ietsje uitloopt, hebben we ruimte, want dan hebben we nog een korte pauze. Kan iedereen even wat drinken. En daarna gaan we over de woningbouwmarkt en de landbouwsector met elkaar van gedachten wisselen. Daar hebben we in totaal tot 6 uur voor. Ikzelf moet om 5:00 en mevrouw Baarman moet, een aantal mensen zullen naar andere commissies moeten tussendoor. Even voor mensen die in de zaal of op de tribune is, niet te maken met gebrek aan belangstelling, maar ja, al het werk van ons is op de dinsdag geconcentreerd en we proberen zo efficiënt mogelijk die tijd te benutten. Ik geef eerst het woord aan de heer Helsloot. Dames en heren, goedemiddag. Dank voor de uitnodiging. Een paar zinnen over het asbestdakenverbod. Toch heel even een paar getallen. 90.000, 2020. 90.000 was de concentratie in de buitenlucht in de steden in de jaren 90. 2000 is het aantal, in termen van asbestvezels per kubieke meter, is het aantal asbestvezels per kubieke meter wat in elke woning aanwezig mag zijn volgens het bouwbesluit, en dat correspondeert volgens de Gezondheidsraad met een verwaarloosbaar risico. Een risico wat we eigenlijk niet meer kunnen meten. En de huidige concentratie in de buitenlucht zit daar ver onder, is tussen de 20 en de 200 afhankelijk van de plek in Nederland. Mag ik iedereen verzoeken om de telefoon uit te zetten? Volgens mij is dit een muziekje, muziekje van de Griffie, ja. Dat kan gebeuren. Excuses, gaat u. Wat deze getallen al meteen laten zien is dat asbest in de buitenlucht geen betekenisvol risico is. Hè. Ver onder het verwaarloosbare risico voor Nederlanders. En dat heeft de regering eigenlijk ook onderkend in de kostenbatenanalyse die ze naar de Tweede Kamer heeft gestuurd bij het wetsvoorstel waar we het vandaag over hebben. Zij het heel versluierd en op pagina 60, waaruit zichtbaar is dat er feitelijk geen baten zijn in termen van gezondheid van dit wetsvoorstel. Mijn punt is daarmee, als het gaat over de kwaliteit van wetgeving, dat de regering telkenmale en terecht heeft gezegd dat beleid en wet gebaseerd moeten zijn op een kostenbatenanalyse. Dat we hier een verstopte kostenbatenanalyse hebben, die laten zien dat er geen baten zijn, maar wel hoge kosten. Daar spreken anderen over, maar dat gaat over miljarden. Dat is daarmee niet conform de uitgangspunten van het eigen beleid van de regering, het Nederlandse beleid. De Raad van State heeft daarover opgemerkt in haar eerste advies dat als dit het geval is, want toen was dat ook al bekend, dat de regering zich een groot risico loopt om op grond van het gestelde in de wet milieubeheer aansprakelijk te worden gesteld voor alle kosten. Want we hebben het hier over een situatie waarin mensen daken van asbest met een vergunning op hun dak hebben mogen zetten, op hun woning mogen zetten of een bedrijfspand. En dat moet er nu afgehaald worden zonder dat daarvoor een goede reden is. De wet Milieubeheer zegt dat als je dat doet, dan moet je die kosten ook als overheid dragen. En dat lijkt mij persoonlijk, maar dat is geen wetenschappelijke mening, zeer terecht. Als laatste wil ik nog even aanstippen dat als het gaat over het verwijderen van asbestdaken, dat op dit moment gebeurt onder het regime zoals dat in de arbo-wetgeving is opgenomen, een vrij strikt regime, terwijl recent onderzoek van de Universiteit Utrecht, TNO en mijn eigen Radboud Universiteit heeft laten zien dat als je
niet al te gek doet met je asbestdak. Hè, dat het gewoon netjes eraf schroeft. Maar je mag het ook nog best een keertje laten vallen en breken. Dat de risico's voor werknemers evenzeer onder het verwaarloosbare risico vallen. En dat heeft te maken met het feit dat asbest natuurlijk levensgevaarlijk is. Als dat in grote hoeveelheden vrijkomt. Maar asbestdaken zit nou precies het, laat ik zeggen, sympathieke soort asbest in een gebonden vorm. Hè, daarom is het een asbestdak. Waar je heel veel mee kunt doen zonder dat er asbestvezels in de lucht komen. Nogmaals, ook de kostenbatenanalyse van de regering, zij het verstopt, bestrijdt dit helemaal niet. Ook daar kon op dit punt geen baten worden aangewezen. Nou ja, ik vat dat samen als dat dit wetenschappelijk gezien een proportioneel wetsvoorstel is. Dank je wel. De heer Rozema. Doet hij het? Ja. Goedemiddag, dames en heren. Dank u voor de uitnodiging voor deze bijeenkomst. Professor Helsloot heeft al een aantal dingen gezegd die ik ook van plan was te zeggen. Dus ik ga nu een beetje improviseren. De Gezondheidsraad heeft in 2010 de risiconiveaus voor mesotelioom en asbestgerelateerde longkanker vastgesteld. En van daaruit kun je voor verschillende blootstellingsscenario's het risico op asbestgerelateerde kanker berekenen. Hierbij blijkt dat je niet zomaar asbestkanker krijgt. De bewering bijvoorbeeld dat je van één vezel kanker krijgt, berust op irrationele aannames. Het is volstrekt niet te rijmen met de huidige achtergrondblootstelling, die is ook al net genoemd. Laat staan met die van een aantal decennia geleden, want die lag een factor 80 hoger dan nu. Als je de incidentiecijfers, dus de cijfers van het optreden van mesotelioom, bekijkt, dan zie je een duidelijke trend. En die trend is dalend. En deze trend is het beste zichtbaar in de leeftijdsgroep tussen 45 en 59 jaar. Een daling van 69 gevallen in 1990 in die leeftijdsgroep. Na 19 gevallen in 2017. Dus dat is echt wel een behoorlijke sterke daling. Overigens wordt mesotelioom bij de leeftijdscategorie van 0 tot 44 jaar vrijwel niet aangetroffen. De cijfers die ik nu net noemde, die kun je terugvinden op de website cijfersoverkanker.nl. Dat is de website van Integraal Kankercentrum Nederland. De blootstelling van de huidige mesotelioomslachtoffers, dus mensen die nu mesotelioom krijgen of eraan overlijden, die heeft 3 tot 4 decennia geleden plaatsgevonden. Het gaat daarbij in grote meerderheid om beroepsmatige blootstelling. Het RIVM heeft in 2017 berekend dat rond 2030 de mesotelioomincidentie is gedaald tot 1/3 van het huidige niveau. De daling bij asbestgerelateerde longkanker verloopt parallel hieraan. Deze daling is het gevolg van het huidige beleid, dus nog voor de invoering van het asbestdakenverbod. De GGD heeft als standpunt dat je blootstelling aan asbest zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, moet voorkomen. In dat licht is het verstandig om het beleid rond de verwijdering van asbestdaken te nuanceren aan de hand van het daadwerkelijke blootstellingsrisico. Niet alle daken zijn er even slecht aan toe. Voor het voorgestelde stoplichtsysteem, vanmorgen te lezen in de krant iets daarover, valt dan ook zeker wat te zeggen. Belangrijk is wel dat er duidelijke, toetsbare criteria worden geformuleerd. Het lopende onderzoek door TNO kan hiervoor handvatten bieden. Een andere conclusie is dat er kritisch moet worden gekeken naar de gebruikte saneringsmethoden. Een meer risicogericht saneringsregime met toepassing van innovatieve technieken lijkt daarom op zijn plaats. Dank u voor uw aandacht. Het woord is aan de commissie. De heer Ruurs of de heer mevrouw Meijer, 1 minuut. Even uw naam zetten. Want voorzitter, mijn naam is Ruurs. Ik zou beide sprekers het volgende willen voorhouden. In het EDES-rapport, want daar wordt wel eens naar verwezen, wordt gezegd
Er is geen concentratie bekend waaronder geen verhoogd risico bestaat op de asbestziekte mesotheliom. Geen enkel risico bekend. We hebben dat in de praktijk vaak gebruikt als het nulrisico. Alles wat je meer hebt dan nul is potentieel kankerverwekkend. Als ik u hoor spreken, zegt u dat is eigenlijk flauwekul. Want moet je heel veel hebben, duizend of weet ik wat. En die één vezeltheorie, dat ken ik, dat verhaal. Uit de wetenschap is ook bekend, het echte wetenschap is ook bekend, dat je als je één dag normaal werkt met het saneren van asbest, dat je ongeveer 500.000 vezels binnenkrijgt. Eén dag. Dus één dag werken met asbestsanering gewoon bloot zou kunnen betekenen dat je ver over de grens heen bent. Dus de stelling van u dat het allemaal wel meevalt, en ik hoor dat meneer Helsel en meneer Roosmaar ook zeggen, is volgens mij wetenschappelijk volstrekt onjuist en levensgevaarlijk. Wil u daar eens op reageren? De risiconiveaus die door de Gezondheidsraad zijn vastgesteld, dat is het verwaarloosbaar risiconiveau, dat is bij levenslange blootstelling, is dat, en die levenslang wordt 100 jaar voor gerekend, dus 100 jaar blootstelling aan dat niveau, iedere dag weer, dat komt overeen met een kans op mesotheliom van 1 op de miljoen. En voor chrysotiel geldt een ander risiconiveau. Hè. Dat is een factor 10 verschil ongeveer. En je hebt het maximaal toelaatbaar risiconiveau. En dat gaat over cumulatieve blootstelling. En wat u noemt, dat is één dag zoveel vezels. In 100 jaar, als je dat uitsmeert, kom je dus op een veel lager vezelconcentratie per dag gedurende 100 jaar. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen als uitgangspunt te nemen. Het gaat om cumulatieve blootstellingen. Het gaat niet om eenmalig. De eerste heer Helsloot om te reageren. Het is altijd, volksvertegenwoordiging is het hoogste goed, maar wetenschap heeft ook wel zo zijn waarde, hoop ik. En wat de heer Roosema zegt is het punt van ook wel de Gezondheidsraad. Elke asbestblootstelling verhoogt het risico, maar je moet toch al heel veel boven die 2000 vezels beginnen te komen voordat je komt in de buurt van het risico van gewoon zuurstof inademen, want zoals u weet is zuurstof ook behoorlijk carcinogeen. Dus je zit al heel snel, hoewel het dus formeel waar is dat elke blootstelling aan asbest leidt tot een extra risico. Zo simpel is het. Elke ademhaling leidt tot een verhoogd risico. Je moet heel scherp zijn en de risico's met elkaar vergelijken. De Gezondheidsraad heeft dat gedaan, heeft daar een hele scherpe norm neergelegd. Scherper kennen we ze niet van die 2000 vezels. Per kubieke meter. En dat is volgens de Gezondheidsraad en daarmee volgens de wetenschap breed. Er zijn geen echte wetenschappers die daar iets anders over vinden. Zo stellig durf ik te zijn. Is dat het verwaarloosbaar risico. Hè? Het risico, alles onder die 2000 vezels, kunnen wij niet meer aantonen dat dat überhaupt tot sterfte leidt. Oké. We gaan even verder. Mevrouw Veers, u mag straks weer, dus mevrouw Veers. Ja, dank u wel. Voor ons is het natuurlijk vooral belangrijk om te kijken naar de effecten van het beleid. En op het moment dat deze wet wordt ingevoerd, dan zul je natuurlijk ook bepaald gedrag bij mensen zien. Enerzijds dat daken worden opgeruimd. Misschien gaan mensen het zelf doen, gaan ze het dumpen ergens buiten. Dat betekent dat je ook moet nadenken over als je dit invoert, wat wordt dan de blootstelling? Dus ik neem ook aan dat er scenario's in die MKBA zaten van op het moment dat we dit doen, wat betekent dat dan voor de blootstelling? Dus mijn vraag is of jullie daarop zouden kunnen reflecteren. En tweede vraag is, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd over internationaal vergelijkingsmateriaal is wat voor ons relevant is. Waar dus bepaalde beleidsstappen zijn gemaakt en waar misschien iets over het effect daarvan te zeggen is. De heer Helsloot zat al een beetje te popelen om te antwoorden. Want u heeft een hele goede vraag. Die heb ik ook wel eens aan het minister.
Die heb ik ook wel eens aan het ministerie gesteld. Het is zo jammer dat in die MKBA juist deze effecten, hè, deze verwachte effecten of voorspelbare effecten niet zijn meegenomen. Want natuurlijk is het zo dat als jij een huiseigenaar bent en je moet heel veel duizenden euro's gaan besteden, dan zou je eigenlijk in de MKBA willen meenemen het effect daarvan en de voorspelbare mate waarop mensen zelf gaan klussen, et cetera. Staat helaas niet in die MKBA. Die MKBA, nogmaals, de regering heeft hem netjes opgestuurd naar de Kamer, maar nergens ook helder en expliciet gemaakt dat volgens deze MKBA het beleid geen positief effect heeft. Ik herhaal het nog een keertje. Volgens de MKBA die naar de Kamer is gestuurd, heeft het beleid geen positief effect. De internationale vergelijking. Nederland heeft vanuit een historie waarbij wij in de jaren 70 wat losjes zijn omgegaan met asbest, terwijl andere landen al verstandiger, strenger beleid hadden, hebben wij het meest strenge beleid ter wereld. En dat geldt ook voor het nu voorgenomen asbestdakenverbod, wat nergens elders bestaat. En voor degenen die van Zweden houden, daar zitten al die vrolijke huisjes, hebben nog steeds asbestlijtjes. Dat is daar tot monument verklaard, zodat het ook nog gerepareerd kan worden. En wetenschappelijk is daar niets tegen in te brengen. Nogmaals, dat betekent geen risico. Hè. Andere vormen van asbestgebruik en verwerking zijn het echte risico, de heer Rosema zei dat al, niet asbestdaken. Heeft u nog iets aan te vullen, de heer Rosema? Misschien dit. TNO is op dit moment bezig om te kijken naar verschillende scenario's bij de verwijdering van asbestdaken. Hoeveel vezels er tijdens die verwijdering vrijkomen. En op grond daarvan kun je kijken van wat is een verstandig regime bij die verwijdering, bij het saneren. Wat zijn de risico's voor werknemers, wat zijn de risico's voor particulieren. Eigenlijk is het wachten op de uitkomsten van dat onderzoek om daar wat meer zekere uitspraken over te kunnen doen. Is bekend wanneer dat onderzoek beschikbaar komt? Misschien wel interessant. Einde van dit jaar, in het najaar, zullen de resultaten bekend zijn. Er wordt nog echt nu veldwerk binnenkort verricht om te zien hoe die blootstellingsniveaus in die verschillende scenario's zijn. En daar is het wachten dus op. Dank u wel. De heer Binnema. Dank u wel, voorzitter. Harmen Binnema. Twee vragen. Eigenlijk de eerste is dat, in ieder geval de indruk die wij ook uit de technische briefing hebben gekregen en eerdere informatie die onze Kamer heeft bereikt, met name toch de asbestdaken nu de belangrijkste bron aan het worden zijn van asbestvezels. En dat onder invloed van verwering door klimaatomstandigheden dat ook alleen maar gaat toenemen. Delen de deskundigen wel die indruk en daarmee dus ook het belang van iets te doen aan het asbest dat op die daken ligt? En het tweede is, er wordt verwezen naar sterfgevallen zowel in het kader van longkanker als mesotheliom. 646 nieuwe gevallen werd destijds genoemd in 2018. De heer Rosema verwees specifiek ook naar een onderverdeling aan leeftijdsgroepen. Kunt u iets nader duiden hoe wij die cijfers moeten interpreteren? En of u ook verwacht, want daar zat ook een trend in richting 2050 uit mijn hoofd gezegd, dat zowel longkanker als mesotheliom wel degelijk nog blijft toenemen ook de komende jaren. De heer Rosema. Ik verwijs eigenlijk naar twee doorlopende website van het Nederlands Kankerinstituut, waar die cijfers te vinden zijn van incidentie en sterfte aan mesotheliom. Om te laten zien dat daar duidelijk sprake is van een dalende trend. Die trend die zie je nog niet in de hogere leeftijdsgroepen. En dat heeft twee oorzaken. De eerste oorzaak is het cohorteffect. Dat betekent dat mensen die toen met asbest hebben gewerkt, nu gebeurt dat dus niet meer of incidenteel of met goede beschermingsmiddelen, maar die toen hebben gewerkt met asbest, die zijn blootgesteld in aanzienlijke mate, cumulatief blootgesteld.
En die ontwikkelen dus na 30, 40 jaar dat mesotheliom. Longkanker is een vorm van kanker die meerdere oorzaken heeft. Je kan dus niet zeggen, zoals bij mesotheliom, vrijwel een 1-op-1 relatie asbest-mesotheliom. Bij longkanker zijn er vele andere mogelijke oorzaken. Wat wel zo is, althans logisch geredeneerd, dat sterfte aan asbest-gerelateerde longkanker parallel een trend zal vertonen met die van asbest-gerelateerde melanoom. Dat is één. En twee is het rapport van het RIVM uit 2017, waarin een prognose is gemaakt van het aantal incidenten en sterfgevallen van longkanker en mesotheliom. En daarin zijn vier trendscenario's bekeken. En die laten zien dat er een duidelijke afname is tot 1/3 in ongeveer 2030, dus over 11 jaar. En tot nog minder, en dat is ongeveer 150 gevallen, in het jaar 2050. En nu zitten we op 850 gevallen ongeveer. Ja. Nou ja, heel even over dat asbestdaken de belangrijkste bron zouden zijn voor de asbest in de lucht. Dat weten we niet helemaal zeker, want het is nooit helemaal uitgezocht. Maar waar zeer waarschijnlijk is, de oostenwind is een veel belangrijker bijdrage. Want in Duitsland is de achtergrondconcentratie op veel plekken veel hoger. Zodat op zomerse dagen samen met veel Duitse toeristen ook de asbest het land inkomt. De heer Atsma. Wel even in de microfoon, want anders is het voor de verslaglegging. Even aanzetten de microfoon. Ja. Hij staat aan, ja. Ik heb in een ander verband de vraag gesteld, maar misschien kunt u hem beantwoorden, want u heeft ongetwijfeld de wet ook gelezen. Wat in juridische zin moet worden verstaan onder een dak? En ik stel deze vraag omdat wij natuurlijk geneigd zijn om te denken aan de golfplaten die we dan voor ons zien. Maar er zijn natuurlijk in Nederland ook duizenden daken waar asbest onder riet of onder pannen of ergens anders onder ligt. Misschien dat u daarop zou kunnen reageren. En dan ook in relatie tot de risico's. En of in uw ogen de wet ook bedoelt dat ook die daken gesaneerd zouden moeten worden. En in de richting van de heer Rosema zou ik even in het verlengde van de opmerking die zojuist werd gemaakt over de oostenwind uit die komt uit het oosten, hè? Dus uit Duitsland en omgeving. Maar als u kijkt naar de slachtoffers in Nederland, kun je dan ook een significante verschillen in geografische spreiding signaleren. We weten allemaal wat er in Oost-Nederland, als het gaat om asbest, in het verleden is gestort. En wellicht dat dat ook een deel van de verklaring voor de vragen die nu naar voren komen zou kunnen zijn. Oké, wie durft de definitie van het dak te verdiepen? Er staat in het bouwbesluit natuurlijk een definitie, maar het is onduidelijk, ook voor mij althans, hoe de precieze relatie is tussen wat in dit wetvoorstel mogelijk wordt gemaakt, hè, want er moet dan nog iets, een ministerieel besluit achteraan, en hoe het met het bouwbesluit, zich dat met het bouwbesluit verhoudt. Ik heb niet kunnen een goede definitie wat dat betreft kunnen vinden. De heer Rosema, heeft u een definitie van dak kunnen vinden? Oh, sorry. Eerlijk gezegd heb ik mij daar niet zo erg in verdiept. Maar het is wel, vind ik, een vreemde zaak dat het uitsluitend om daken gaat, terwijl er nog veel meer toepassingen van asbest aanwezig zijn in en op woningen. Zoals gevelplaten, zoals binnenshuis, allerlei
panelen, plafondplaten en dergelijke. En de vraag over verspreiding van over het land met, in verband met de oostenwind, zal ik maar zeggen, onder andere. Het enige onderzoek wat mij bekend is, waar een duidelijke weergave is van de spreiding van het aantal mesotheliomslachtoffers over een bepaalde periode. Dat is uitgevoerd door professor Burdorf. In die tijd heeft hij onderzoek gedaan naar goor en het veel voorkomen van aan de oppervlakte liggend asbest. En ook het veel voorkomen van mesotheliom al daar. In dat onderzoek, daar is toen gekeken naar het voorkomen van asbestkanker verdeeld over koorop-regio's. Dat zijn bepaalde regio's die het CBS hanteert voor statistische weergave van informatie. En daar bleek dat bepaalde plekken, en bijvoorbeeld daar waar veel scheepsbouw heeft plaatsgevonden, dus in de omgeving Rotterdam, daar in Goor, Harderwijk, de Zaanstreek, waar de Forbo-fabriek hun asbesthoudend linoleum fabriceerde, daar zag je pieken van sterftecijfers. En ik heb daar zelf nog een analyse op losgelaten en daar bleek dat er ook een heel sterke correlatie was tussen het voorkomen van die kanker bij mannen en bij vrouwen. Dus die correlatie was 0,88, dus 1 is de hoogste. Dus daar is sprake van een ofwel householdbesmetting, ofwel dat vrouwen ook werkzaam waren in industrie die veel met asbest werkte. Nog aanvullingen? Nee, ik kan het slechts samenvatten. De plekken waar wij op basis van dit bekende onderzoek weten dat asbestziekteincidentie vaker voorkwam, waren plekken waar gewerkt werd. En Goor. En Goor is dan heel bijzonder omdat we daar, dat was niet zo heel verstandig, asbest gebruikten om wegen, plattelandswegen, erven mee te verharden. Dat is natuurlijk, dat weten we nu, heel erg slecht. Want dan zit je elke dag zit je vlak met je neus op asbest, dat je zelf aan het omschoppen bent, aan het aanstampen bent. Ja, dat is echt slecht. Dankjewel. De heer Van der Sluis. Danny Van der Sluis, U Langhei. Dank u wel, voorzitter. U heeft het gehad over verschillende soorten asbest. Is er ook een verschil in het aantal doden per soort asbest? Zijn daar staatjes van bijgehouden? En buiten asbest op het dak komt er natuurlijk ook heel veel asbest in huizen voor. Wat is het risico daarvan? Want we gaan nu natuurlijk die daken straks saneren, maar hoe zit het dan met de rest van het huis, waar ook natuurlijk asbestplaten verwerkt zijn? Wat zijn daar de consequenties van geweest in de afgelopen periode? De heer Rosema zei er net al wat over, maar misschien kan u nog aanvullen. Veel van de golfplaten die op daken zijn toegepast, die zijn samengesteld uit hechtgebonden asbest en grotendeels chrysotiel. Dus dat is zeg maar witte asbest wat een minder hoog risico heeft per vezel dan amfibool asbest. Amfibool is bruin en blauw asbest. Met name dat bruine asbest, dat amoziet, dat is veel toegepast in beplating in woningen, plafondplaten enzovoorts. En dat is vaak ook niet hechtgebonden asbest. Dat wil zeggen dat vezels daar sowieso al makkelijker uit vrijkomen. En ook bij lichte beschadiging, zeg maar, vrijkomen. En dus, het ziekmakend vermogen van die vezels is ongeveer 10 keer zo groot als het ziekmakend vermogen van wit asbest. Dus dat is ongeveer de belangrijkste mededeling daarover. En ik zou u niet precies kunnen zeggen hoeveel van de
asbest sterfgevallen nu gerelateerd zijn aan bruin of blauwe asbest, dan wel witte asbest. Het is wel bekend dat in de scheepsbouw heel veel spuitasbest is toegepast. En dat spuitasbest dat bevat veel crocidoliet, blauwe asbest. En dat is de meest riskante variant eigenlijk. En berucht vanwege zijn dodelijke eigenschappen, zou ik maar zeggen. De heer Helsner. Een klein puntje, want uw vraag is natuurlijk terecht. Wij in Huizen, ik zei het al, staan wij toe en terecht die concentratie van 2000 vezels, asbestvezels per kubieke meter. Hè? Dat is gewoon in het bouwbesluit opgenomen. Dus als je al iets zou willen doen, en dat is het verwaarloosd risiconiveau, dus normaal zouden we zeggen moet je niks aan doen. Hè? Maar als je er al iets aan asbest zou willen doen, dan zou je dat eerder in Huizen moeten doen dan daarbuiten waar de concentratie in factor gewoon 100 lager is. Hè? Dus dan zit je bezig in... Ja, waarom daar? Dat blijft de hele tijd de vraag. Als je al iets aan de asbest doet, niet aan de asbest daar. Mevrouw Stine. Ja, ik heb voor beide heren een vraag. Als ik naar het rapport kijk, inzicht professioneel asbestbeleid, dat door het crisislab en de TNO Universiteit Utrecht en uw universiteit, meneer Helsloot, dan zie ik dat de belangrijkste conclusie gaat, wat ook net al werd gezegd, dat er veel minder risico's zijn bij het verwijderen van asbest dan misschien wel werd gedacht. Niet misschien, dan werd gedacht. En dat in de huidige situatie maatregelen genomen worden die niet altijd nodig zijn. Maar als ik dan het rapport verder lees, dan valt me op dat in de 103, 104 pagina's misschien 6-7 keer het woord asbestdaken wordt genoemd en dat het veel meer gaat over... Hoe kan je die daken nou veilig en goedkoop verwijderen? Dus ik vraag me eigenlijk, en dat mijn vraag aan professor Helsloot is, klopt dat dat die aanbevelingen vooral daarmee samenhangen en niet of het eigenlijk wel nodig is om die daken te vervangen en dat die goedkope maatregelen die genomen moeten worden, dat meer met arbeidsomstandigheden te maken heeft dan met de mogelijke risico's? Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag, en dank aan collega Klip dat ze mij erop wees. En ik buig naar collega Ruurs, die behalve een zeer eminent politicus ook een eminent wetenschapper is. Ik weet niet of jullie het wisten, maar hij is gepromoveerd aan de Universiteit van Rotterdam. Na een leven lang zich bezig gehouden te hebben met asbestslachtoffers. En ik moet schijnbaar een proefschrift gaan lezen. Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering. Even als... opmerking over politici en wetenschap en dat kan soms heel goed samengaan. En dat is ook wel het vervolg, mijn vervolgvraag voor de heer Rozema. Want ik hoor heel veel ongerustheid bij collega Ruurs over de teneur die toch in beide verhalen zit dat het allemaal wel meevalt. Maar dat is mijn vraag aan meneer Rozema. Door die verwering van die asbestdaken, is dat niet dan toch een risico waar we heel serieus naar moeten kijken? Dat het misschien wel expositioneel gaat toenemen. Het zijn allemaal oudere daken, op een gegeven moment zullen we daar toch iets aan moeten doen. En dat de bewoners, de gebruikers en niet zozeer degenen die het moeten gaan verwijderen, toch een groter risico gaan lopen. En dat er dus wel degelijk een noodzaak is om deze daken te gaan verwijderen. Dat waren mijn vragen. Eerst de eerste vraag en dan de tweede vraag, ja. Denk ik. Hè? De heer... Het rapport wat u aanhaalt gaat helemaal niet over asbestdaken. Het gaat over, ik zeg even uit mijn hoofd, 48 verschillende arbeidssituaties waarin gekeken wordt wat in die situaties verstandig volgens de normale Nederlandse normen asbest, veiligheidsbeleid is, in dit geval gericht op asbest. En dan zie je dat in sommige situaties, zoals de heer Roosmond net aangaf, als je werkt dagelijks met zachte platen waarin asbest niet hecht gebonden zit, amorsietachtig asbest, dan moet je echt in zo'n wit pak werken. Want anders heb je gewoon 30% kans om op je 61ste dood te gaan. Hè? Dus dat, maar in andere situaties, en dat laat dat rapport ook zien, is het risico zo gering dat we, nou ja, zij het in de Nederlandse gezondheidszorg of in ander veiligheidsbeleid zouden zeggen, hier vinden wij dat het risico zo klein is dat we geen maatregelen nemen of hele beperkte.
En daar vallen, in die context komen toevallig, maar dat is echt toeval, hè, want dat is, het rapport heeft niet geschreven voor asbestdaken, komen asbestdaken voor als voorbeeld van een hechtgebonden asbesttoepassing die je specifiek voor verwijderen dan, hè, feitelijk zonder enige vorm van bescherming toch veilig kunt verwijderen. Maar, en dan kan meteen de tweede vraag er misschien ook bij over het verweren van het dak. Laat ik ermee beginnen om te zeggen dat het zeker niet zo is dat wij luchtig doen over asbest. Voor ons is de norm vastgelegd in het Gezondheidsraadrapport van 2010. En dat is ook telkens het uitgangspunt voor alle uitspraken over risico. Wij richten ons als GGD met name op de algemene bevolking. En dat zijn mensen die onbeschermd zijn. Dat is van jong tot oud. Dat even vooropgesteld. Hè. Ik heb gezegd dat je moet meer risicogericht te werk gaan bij het verwijderen van asbest. Dan zijn er inderdaad soms binnen woningen eerder risicovolle situaties, omdat het om niet hecht gebonden asbest gaat waar mensen makkelijk mee in aanraking komen. Ook nog eens een keer asbesttypen, hè? Dus dat amfibole asbest, wat een groter risico heeft dan het witte asbest. Dus mijn pleidooi is eigenlijk van kijk gewoon goed naar wat is risicovol. En ik noemde al dat stoplichtsysteem, wat ik van de vereniging Eigen Huis heb gelezen, dat die daar een voorstander van zijn, om te kijken van als asbestdaken verweerd zijn, dan is er een potentieel risico, of eigenlijk een actueel risico, alhoewel je zou eigenlijk moeten bepalen hoe groot dat risico precies is, hè, want het kan ook bijvoorbeeld met een dakgoot erlangs is er minder groot risico dan wanneer het zo in de bodem terecht kan komen en kan worden ingelopen in de woning. Maar kijk gewoon naar de staat van het dak en zorg dan ook dat er goede criteria zijn waaraan je dat stoplichtsysteem kunt ophangen. En er zijn daken bij die gewoon nog klokgaaf zijn, ook al zijn ze 30 jaar oud. Dank u wel. Mevrouw, gezien de tijd, want het is 4:10 en ik wil mevrouw Klip ook graag nog het woord geven en meneer Ruus wil misschien nog een afsluitende vraag stellen. Mevrouw Klip. Dank. Er is veel gevraagd. Ik hoor beide sprekers eigenlijk zeggen, kijk genuanceerd naar asbestverwijdering en zeker kijk genuanceerd naar het verwijderen van asbestdaken. De heer Helsloot hoor ik ook zeggen, veilig verwijderen van zo'n dak is mogelijk. En als je dat volgens de regelen der kunst doet, zeg maar, dan hoef je het niet super ingewikkeld te maken en kan je dat veilig doen. Zou ik de conclusie mogen trekken dat u impliciet zegt dat eigenaren dat ook, mits zich houdend aan noodzakelijke regelgeving, dat zelf zouden kunnen doen? De heer Helsloot. Vanuit het uitgangspunt van het Rijksrisicobeleid dat mensen, mits goed geïnformeerd, altijd een klein extra risico mogen lopen, is het antwoord daarop ja. Ergens nog, of niet erger nog, het huidige beleid staat al toe, hè, dat eigenaren in dit geval 30 vierkante meter er zelf af kunnen halen. Zeer terecht. Geen misverstand, ik zit hier niet een beetje luchtig te doen over asbestrisico's. Ik zit hier luchtig te doen over, niet luchtig te doen, ik zit hier zeer serieus te doen over het feit dat we hier te maken hebben met een risico dat volgens de Gezondheidsraad en daarmee volgens alle echte wetenschappers, hè, die daar verstand van hebben, ver beneden het verwaarloosbare risico ligt. En dat de regering daar in een wetsvoorstel miljarden aan wil besteden. Terwijl diezelfde miljarden, of we dan doen we dan
in woningen, doe het als je dat aan asbestdomein of doe het in verkeersveiligheid. Ik ben bloedserieus over het feit dat we hier een nihil risico in een wetsvoorstel willen aanpakken op kosten van de samenleving, terwijl dat geld echt aan heel veel beters kunnen besteden. Nee, voorzitter, mag ik daar misschien op? Ik wilde absoluut niet suggereren dat u er luchtig over deed, maar een van de criteria waar wij natuurlijk naar kijken is ook uitvoerbaarheid. En een van de problemen, daar heeft u het beide niet over, zijn de enorme kosten die ook exponentieel gestegen zijn. En tegen die achtergrond was mijn vraag bedoeld van zou je, hè, mits beperkt maar goed beschermd, luisteren, hoor ik dan goed dat u zegt, je zou eigenlijk een groter hoeveelheid vierkante meter zelf kunnen doen, want dat doe je misschien maar één keer in je leven en dan is het risico eigenlijk heel beperkt. In het achterhoofd van hoe kun je de uitvoerbaarheid ook bevorderen? Klopt helemaal. Erger nog gebruik ik dan te vaak. Hè. In dit geval zou je, als je een asbestdak weghaalt en je doet dat een heel klein beetje voorzichtig, kom je nooit boven die 2000 vezels die we gewoon je hele leven lang als grens door de Gezondheidsraad is vastgesteld als verwaarloosbaar risico. We zijn iets over de tijd, maar ik heb meneer Reus de laatste vraag beloofd. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Net als de heren achter de tafel heb ik mij gebaseerd op het rapport van de Gezondheidsraad uit 2010. Opgesteld door de Gezondheidsraad, gebaseerd op een commissieadvies van de heren Burdorf en Hedrick. Dat zijn de grondleggers daarvan geweest. Zij hebben dat rapport gemaakt. Op grond daarvan heeft de overheid in 2011 en 12 besloten om de norm aanzienlijk te verscherpen, omdat bleek dat de norm veel te soepel was. Op basis van die norm die daarna is gemaakt door de deskundigen en door de Gezondheidsraad, is dat aanbevolen, is de overheid een uitvoeringsregeling gaan maken. Daar is dit wetsvoorstel een gevolg van. Dus dat ligt allemaal op één en dezelfde lijn. Als je gaat kijken naar de risico's van blootstelling, dan middelt u dat over een hele leven. Maar ik heb heel veel slachtoffers gezien die een paar dagen met asbest hadden gewerkt in hun leven en aan mesotheliom zijn overleden. En uw vraag? Mijn vraag is, dat middelen, dat kan toch niet waar zijn? Als ik zie dat er mensen van een paar dagen met asbest werken uiteindelijk er wel aan sterven, dan hebben ze toch in een paar dagen tijd al zoveel blootstelling gehad dat het uiteindelijk fataal wordt. Hoe kijkt u daar tegenaan? Meneer Helschoot zei nee, dus die zal een antwoord. Ja, het antwoord is simpelweg nee. Wat u zegt, dit asbestdakenverbod is niet in lijn met wat de Gezondheidsraad zegt. De heer Hedrick die u aanhaalt is een van de auteurs van het andere onderzoek. Dat is totaal in lijn met het asbestonderzoek, de normen van de gezondheid. U zegt nee, maar leest u het? En de aanname, of de wetenschappelijke aanname, is dat het inderdaad, zoals de heer Roosma zei, het werkt cumulatief. Dus u bent zeer betrokken, maar u bent geen wetenschapper op dit gebied. Nou, laten we dat gaan we hier even geen oordeel over vellen wie hier ergens deskundig op is. Ik denk dat we gezien de tijd dit deel moeten afsluiten. We hebben tijd voor een kopje thee of koffie en dan kunnen we even de gedachtenwisseling die hier gestart is voortzetten. Ik wil de heer Rosema en Helschoot bedanken. Wij hebben een heel mooi boek. Dat gaat over 200 jaar Eerste Kamer en dat wil ik u als dank uitreiken voor uw bijdrage. Dank u wel. En om half vijf gaan we weer verder met het tweede deel van de deskundigenbijeenkomst.
Als iedereen weer plaats wil nemen, dan... Dat kan. We gaan weer beginnen. Voor degene achter de tafel, we houden het rijtje aan, zeg maar. Dus ik begin aan de linkerzijde en we gaan die kant op. Weer hetzelfde formule. Iedereen krijgt 5 minuten tijd om zijn standpunt, max 5 minuten tijd om zijn standpunt in te leiden. Als het langer wordt, dan zal ik u daarop wijzen, zeg maar, zodat we daarna ook voldoende tijd hebben voor de discussie. En tussen de inleiding en de discussie wissel ik van stoel met de heer Vlierman, die neemt dan het voorzitterschap over. Ik geef het woord aan de heer Vlijn. Ja, Vlijn is de naam. Nee. Geef niet. Vlijn. Nou, in ieder geval dank om vanuit de verzekeringssector onze inzichten met u te delen over het wetsvoorstel voor de asbestdaken en asbesthoudende producten. Op 12 maart hebt u een technische briefing gehad vanuit het ministerie van INW. Het is in ieder geval goed dat u ook op dat vlak u laat informeren. Ja, eigenlijk is het na de voorgaande sprekers overbodig te zeggen dat het inhaleren van asbest slecht voor je is. En schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Als we dat op de daken reflecteren, dan is de technische levensduur van die daken, die loopt af na 30 jaar. En komen er asbestvezeltjes vrij. Ja, gezondheidsrisico's kunnen daardoor toenemen. Ik weet niet hoeveel, maar die discussie hoef ik hier ook niet aan te gaan. En dat er daardoor graag een verbod op die daken komt, dat snap ik eigenlijk wel. Dat is een logisch gevolg. Verder is natuurlijk het verwijderen van die daken, dat is een primaire verantwoordelijkheid van de gebouweigenaar. Wij komen als schadeverzekeraars pas in beeld als er een calamiteit heeft plaatsgevonden. En veelal is dat natuurlijk een brand waarbij dan asbest vrijkomt. Naast de directe schade aan dat pand hebben we dan ook te maken met opruimingskosten. En die zijn bij de meeste polissen gewoon tot een bepaald bedrag gedekt. In de praktijk zien wij bij branden waar asbest vrijkomt toch een ontbrekende coördinatie op het vlak van opruimen van de vrijgekomen asbest. Het wordt wel opgeruimd, maar soms gaat dat niet heel erg efficiënt en dat kost dus gewoon geld, extra geld en tijd. Wij hebben als verzekeraar dan ook een initiatief genomen om samen met de stichting Salvage in samenwerking met gemeente, omgevingsdiensten en brandweer een coördinerende rol te laten spelen bij asbestbranden. Salvage is een stichting die door verzekeraars in het leven is geroepen en namens alle verzekeraars optreedt. Schade beperkend optreedt, persoonlijke hulp biedt, zeg maar een soort first response bij een brand. In 2018 zijn daardoor 8000 meldingen van brand geweest bij Salvage en in 180 gevallen daarvan was sprake van vrijgekomen asbest. En Salvage kan dus coördinerend optreden in zaken de asbestopruiming. Uiteraard kijken verzekeraars ook naar hun polisvoorwaarden met richting het aankomende verbod. Maar iedere verzekeraar zal daar zijn eigen afweging en beleid maken of asbest verzekerd kan blijven in de aanloop naar dit verbod. Dan wel de hoogte van de vergoeding die zij geven voor de genoemde daken. Volgens ons zou er snel duidelijkheid moeten komen over de wetgeving, zodat partijen versneld aan de slag kunnen gaan met dit verbod in 2025.
Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer zijn veel zorgen geuit over het huidige tempo van de sanering van de asbestdaken. Gaan we in het huidige tempo 2025 halen? We hebben daar ook onze kanttekeningen bij. De wetgeving die betrekking heeft op die sanering, dat is hier al eerder genoemd, lijkt hierbij eerder belemmerend te werken dan faciliterend of stimulerend. Een ander voorbeeld, particulieren mogen onder voorwaarden tot en met 30 of 35 vierkante meter asbest zelf weghalen, asbestdaken zelf weghalen. En vervolgens, als je dan dat gedaan hebt, dan kom je bij de gemeente en dan heb je zoveel beperkende voorwaarden dat eigenlijk het redelijk ontmoedigend werkt om als particulier dat toch zelf te gaan doen. Het professioneel laten verwijderen van asbestdaken is onderworpen aan strenge arbo-regels. En die regels die zorgen er wel voor dat de productiviteit en dus de capaciteit, de verwijderingscapaciteit, beperkt wordt. Aan de andere kant zien we dan ook nog een bepaalde marktwerking ontstaan, vraag en aanbod, die de prijzen in ieder geval op kan drijven. Zou u willen afronden? Ja. Wij zien in ieder geval een oplossing om de versoepeling van de saneringsregels, versoepeling van de strenge wetgeving, regelgeving, waarbij uiteraard dan wel de gezondheid van de bewoners en de werknemers van saneringsbedrijven in het achter wordt gehouden. Uiteraard ben ik straks bereid om vragen hierover te beantwoorden. Dank u. Dank u wel. De heer Pepers van Edes. Ja, Edes, de Vereniging van Woningcorporaties, staat voor de veiligheid van de bewoners en ook van de werknemers die actief zijn in de panden. Ja, ik begin daarmee omdat je toch in dit asbestdebat altijd een soort verwijt krijgt alsof dat niet het geval zou zijn. Dat is dus wel zo. Wat wij daar wel bij zeggen is dat er een zekere mate van proportionaliteit moet zijn tussen de maatregelen en de risico's. We staan voor een risicogericht asbestbeleid, dus afhankelijk van de mate van de risico dat er ook een bepaalde maatregel bij hoort. En dat hebben we ook zo verwoord in onze Edes-visie over asbest van 2018. Daarvan pleiten we voor een onafhankelijke normstelling door de overheid op basis van die risico's, toezicht door de overheid en ruimte voor innovatie en nieuwe methodes. Juist bij dat punt van de normstelling merken we nu dat de risico's onvoldoende basis zijn voor die normstelling. Het onderzoek van de Universiteit van Utrecht, van TNO en Rabobank Universiteit, wat al een aantal keren geciteerd is, wijst daar ook op en roept vragen op die risicogerichtheid en op die differentiatie. Het asbestdakenverbod als maatregel, daarbij hebben we de vraag of dat wel proportioneel is. Als je kijkt naar die onderzoeken, dan kun je twijfels hebben dus over die risico's. En als je kijkt naar de kosten, dan kun je twijfels hebben over die proportionaliteit. Voor ons gaat het om tientallen miljoenen. Het gaat over zo'n circa 40.000 asbestdaken en 320.000 vierkante meter wat zou moeten worden verwijderd. De staatssecretaris Tamara van Ark heeft begin maart aangegeven op grond van een beleidsbrief over te gaan tot een nieuwe basis voor het asbestbeleid. Dat gaat enige tijd kosten, maar in de loop van het jaar moet daar een nieuwe basis liggen waarbij er meer risicogerichtheid in het systeem gaat komen. Daar zijn wij positief over. Uiteraard is het zo dat we nog moeten kijken hoe dat er precies uitkomt te zien. Maar de verwachting is dat er meer risicogerichtheid en ook meer differentiatie in het huidige systeem gaat komen. En daar zijn we positief over. En de vraag is dan ook, als je dat afzet tegen dit asbestdakenverbod, of dat verbod gewoon niet een verkeerde maatregel op een verkeerd moment is. Moeten we niet wachten met deze wetgeving totdat die herijking van het asbestbeleid achter de rug is en dan kijken wat voor risico zitten we nou hier te verbieden op een bepaalde datum? Is dat voldoende risicogericht? Is dan die maatregel proportioneel? Nou, ik denk dat we daar op dit moment onvoldoende antwoord op kunnen geven. En we adviseren dan ook om dit terug te verwijzen en te laten wachten tot de herrijking van het asbestbeleid door mevrouw van Ark.
Dat is in het kort. Dankjewel. Wil je de microfoon even uitzetten? Ja. Het woord is aan de heer Mulder van de Vereniging Eigen Huis. Ja, dank u wel, voorzitter. Geachte leden van de Eerste Kamer. Vereniging Eigen Huis heeft ruim 770.000 leden. En wij komen op voor ruim 4 miljoen huishoudens met een eigen huis. Nou, ze hebben gelukkig niet allemaal te maken met een asbestdak, maar dat geldt echter wel voor enkele honderdduizenden huiseigenaren in Nederland. En ruim 100 leden die hebben ons in de aanloop naar vandaag ook geschreven en gemaild. Allerlei schrijnende verhalen uit Dordrecht, Deventer, Alkmaar, Rotterdam, om maar een paar plaatsen te noemen. Mensen maken zich grote zorgen over het voorgenomen asbestdakenverbod. Met andere woorden, over de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel dat nu in de Eerste Kamer voor ligt. En zij hebben nu hun hoop gevestigd op u als chambre de réflexion. Als bewaker van de wetgevingskwaliteit en de uitvoerbaarheid van wetten. Zeg maar even het denkende deel van onze volksvertegenwoordiging. Het feit dat u een deskundige bijeenkomst heeft georganiseerd, die suggereert bovendien, onderstreept ook bovendien, dat u deze taak heel serieus neemt. Om tot de kern te komen van hoe wij daar als Vereniging Eigen Huis tegenaan kijken, het asbestdakenverbod is op deze manier onuitvoerbaar. Want 1, de mensen weten niet hoe ze het moeten organiseren en 2, ze weten niet hoe ze het moeten betalen. Het asbestdakenverbod is daarmee eigenlijk over de schutting gegooid bij de huiseigenaren onder andere. En de mensen worden aan hun lot overgelaten. Een voorbeeld uit Alkmaar is afgelopen zaterdag uitgebreid belicht in 1 Vandaag. Misschien heeft u dat gezien. En vandaag in de Volkskrant staat een uitgebreid verhaal over een situatie in Rotterdam. Maar het gaat ook om een taxichauffeur uit de gemeente Bronckhorst die mij mailde en die mij schreef. Ik ga nu citeren. Geachte heer Mulder, ik ben een van de vele particulieren woonachtig op een woonboerderij met asbestdaken en schuren met asbestdaken. Vanaf 1960 heeft de toenmalige boer zijn daken op de boerderij en de kippenschuren voorzien van asbestdaken. Dat gaat al meer dan 300 vierkante meter. We hebben zelf een begin gemaakt om in eigen beheer asbest te verwijderen, maar moest op last van de gemeente, milieudelict, hiermee stoppen. We kunnen in onze gemeente Bronckhorst meedoen aan de zogeheten asbesttrein, maar als taxichauffeur kan ik dit onmogelijk betalen. Onze gemeente heeft geen mogelijkheden of subsidie op dit gebied en ik heb nog 5 jaar de tijd om de sanering te financieren, maar met het pensioen in het vooruitzicht zal mijn financiële situatie weinig ten goede veranderen, schrijft de meneer uit Bronckhorst. Einde citaat. Het overheersende beeld in alle brieven die wij hebben gekregen is: mensen krijgen geen hulp en ze kunnen het niet betalen. Voorzitter, ter afronding. Wij roepen de Eerste Kamer op om niet met dit onuitvoerbare wetsvoorstel in te stemmen, tenzij er een serieus plan van aanpak komt waarmee mensen worden ondersteund, zowel met raad en daad als financieel. En we hebben in ons position paper 6 punten vermeld waaraan een goed plan van aanpak moet voldoen. Als ik die in staccato nog even langs mag lopen. 1. Er moeten steunpunten komen die huiseigenaren helpen en hen ontzorgen. 2. Er moet een serieuze en bestendige financiële bijdrage komen vanuit de overheid. Want dit is een maatschappelijke opgave die je niet op de rug van een aantal toevallige pechvogels kunt schuiven. Onder hetzelfde kopje pleiten wij voor btw-vrijstelling. Want anders wordt de overheid eigenlijk slapend rijk van de regels die zij burgers oplegt. Nou, kijk dan meteen ook naar de combinatie met dakisolatie en zonnepanelen. In bestuurlijk jargon liggen hier koppelkansen. En dan onder het kopje laten we het niet duurder maken dan noodzakelijk. Laat de gemeente eerst in kaart brengen welke daken echt verweerd zijn en waar nog niets aan de hand is. Dat is het zogenoemde stoplichtmodel uit ons position paper. Wij vonden het natuurlijk ontzettend fijn om te horen dat de heer Rozema hier zojuist ook zijn steun aan gaf. En tot slot onder hetzelfde kopje, onderzoek ook of uit risico-oogpunt bij de sanering altijd witte pakken nodig zijn. Zoals de branche ons wil doen geloven. Of dat de veiligheid en gezondheid in veel gevallen ook prima kunnen worden gediend door goed opgeleide reguliere dakdekkers en timmermannen in te schakelen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel.
Een aantal mensen hebben dingen op papier staan, zie ik. Alles wordt wel vastgelegd, maar mocht u dingen nog toe willen sturen, dat position paper van uw beheerder gehad, dan is dat welkom aan de deelnemers. Het woord is aan de contactgroep eigenaren asbestwoningen, de heer Eckers. Die heeft ook een presentatie, dus we gaan even kijken of we dat kunnen schakelen. Hij staat al klaar. Die staat al, ja. Ik ga mijn microfoon en u kunt hierop... Ja, weet ik. Dank u wel. Mevrouw de voorzitter, leden van de Eerste Kamer. Het asbestdakenbesluit heeft onder een ongelukkig gesternte het licht gezien, vooral voor particuliere woningen. En dat valt de overheid te verwijten. Met een betere aanpak waren weerstand en ophef minder groot geweest. Het besluit is gericht op bedrijfsgebouwen en vooral agrarische bedrijfsgebouwen. Woningen zijn ertussen geschoven zonder rekening te houden met hun specifieke eigenschappen. De verschillen met bedrijfshallen zijn aanzienlijk en vragen een aangepaste aanpak. Die is er niet. Het asbestareaal van woningen is ongeveer 10% van het totaal, 14 miljoen vierkante meter. Maar het gaat om 400.000 woongebouwen en dat loopt van schuurtjes tot villa's. Voor de realisatie was geen plan, geen strategie en geen regie. Zelfs geen wettelijke vastlegging. Daarom zitten we nou hier. Het project is over de schutting gegooid met de boodschap: zoek het maar uit. De verwachting was kennelijk dat het allemaal vanzelf op gang zou komen en de enige zorg gold de handhaving na afloop. Mijn kritiek op de aanpak zal zich uitstrekken langs de drie onderwerpen: haalbaarheid, betaalbaarheid en handhaafbaarheid. Bij de haalbaarheid ga ik in op de noodzakelijke voorwaarden om het doel te halen. Alle woningen saneren en niet te vergeten van een nieuw dak voorzien voor eind 2024. Het saneren van 10 woningen met totaal 1000 vierkante meter asbestdak is iets heel anders dan dat van een bedrijfsgebouw met eenzelfde oppervlak. Grote aantallen eigenaren en versnippende dakoppervlakken maken saneringsprojecten veel ingewikkelder en dus duurder. Verder zijn leien in plaats van golfplaten veel arbeidsintensiever. En soms strekt het asbestmateriaal zich ook uit op de gevels. Ja, dat is dit plaatje. Een extreem voorbeeld van wereldvreemdheid uit het wetsvoorstel is... In de wet is de verplichting tot het saneren van gevels expliciet uitgesloten. En dat is voor woningen onlogisch en onbegrijpelijk. Want wat is de reden om mensen te verleiden asbestmateriaal aan de gevel van de woning te laten zitten... als je hemel en aarde beweegt om het van de daken af te halen? Er moet regie zijn om de zaak in beweging te brengen. Hoe? En dat verschilt naar de aard van de gebouwen. En wat houdt die regie in? De gemeente wijst een wijk of buurt aan en stelt een begeleidingsteam beschikbaar. Een deskundige op het gebied van buurtwerk, om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Een bouwkundige, om bouwkundige aanpassingen die vaak nodig blijken te beoordelen. Een financieel deskundige, want dat vraagt altijd maatwerk. En als het kan, een energie-isolatiedeskundige om meteen de gelegenheid aan te grijpen om slecht geïsoleerde woningen een hoger energielabel te geven. Een voorbeeld. In een wijk in Dordrecht zijn in 2018 60 woningen gesaneerd voor ruim 1 miljoen euro. De gemeente heeft één deskundige beschikbaar gesteld die heel belangrijk was voor het project. En dat heeft nog geen 20.000 euro gekost. Conclusie. De haalbaarheid hangt af van de mate van regie door de lagere overheden. Als dat niet gebeurt, is het saneringsdoel onhaalbaar. Het Rijk moet de lagere overheden ook in staat stellen om deze rol te vervullen. Dan de betaalbaarheid. De verantwoordelijkheid voor de asbestdaken wordt door de overheid onterecht bij de woningeigenaren gelegd. De overheid en niemand anders is verantwoordelijk. Een serieuze bijdrage in de kosten is redelijk en billig. En voor het restbedrag... Naast die bijdrage van de overheid zal financiering moeten worden gevonden. Er zijn grote verschillen in de financiële positie van woningeigenaren. Velen zullen gebruik willen of moeten maken van het fonds dat de overheid momenteel opzet in samenwerking met de SVN, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Hoewel de details nog niet duidelijk zijn, ziet het eruit dat dit fonds niet voor alle woningeigenaren toegankelijk zal zijn. Waar moet een asbestdakenfonds ons inziens aan voldoen? Kort gezegd... Een passende lening of hypotheek moet voor iedereen, met nadruk iedereen, beschikbaar zijn. Niemand mag buiten de boot vallen. Dus zie af van de gebruikelijke regels om mensen af te wijzen, als leeftijdsgrenzen, huis onder water, schulden, te laag inkomen en dergelijke. Conclusie, voor de betaalbaarheid is een serieuze bijdrage van de overheid essentieel en het vergt verder een fonds dat maatwerk levert voor iedereen die het nodig heeft. Handhaafbaarheid, daar kan ik kort over zijn. De beste handhaafbaarheid is dat er niet gehandhaafd hoeft te worden. En dat hangt vooral af van hoe de hiervoor genoemde punten worden ingevuld.
Vraag 1. Ontstaat er een efficiënte stroom saneringen doordat de regie goed wordt opgepakt? Zo niet, dan halen we 2025 zeker niet. Maar moet je dan gaan handhaven als de overheid zo duidelijk tekortschiet? En vraag 2. Zijn er dusdanige financiële voorzieningen dat niemand buiten de boot valt? Zo niet, dan zal handhaving neerkomen op gedwongen verkoop van de woningen. En dan spannen we het paard achter de wagen, omdat kapitaalvernietiging en de kosten bij elkaar groter zullen zijn dan wat een daksanering zou hebben gekost. Conclusie, bij een aanpak als hiervoor omschreven zal de handhaving voor de particuliere woningsector niet nodig zijn. En dat is dus de aanbeveling die ik u wil meegeven. Stel alles in het werk om regie en financiering op een goede manier te regelen. Ik dank u wel. Dank u wel. Het woord is aan de heer Stam van Veras. Ja, goedemiddag. Dank allemaal voor de uitnodiging om het namens de asbestverwijderingsbedrijven toe te lichten wat onze standpunten zijn. Wat vinden wij van de asbestverwijderingsbranche van het asbestdakenverbod? Er wordt al sinds 2012 aan gewerkt om een verbod tot stand te krijgen. Wij zijn eigenlijk, hebben er geen voor of tegen van. Wij gaan mee in de beslissingen die genomen worden. En ons wordt gevraagd of ongevraagd aangeven wat voor voorwaarden wij eraan kunnen stellen en wat is de haalbaarheid. Daarom zijn we ook ambassadeur in het versnellingsaanpak van de asbestdakensaneringen. Is het verbod praktisch uitvoerbaar? Wij hebben in 2015 geroepen in een position paper dat op het moment dat er een verbod komt, dat we dan dat uitvoerbaar zullen kunnen krijgen op het moment dat het geleidelijk gaat komen. Inmiddels zijn we wel weer 3-4 jaar verder, maar we zien wel dat er de afgelopen jaren een behoorlijke versnelling is toegetreden. Zo werd er in het jaar 2012 4 miljoen vierkante meter gesaneerd en afgelopen jaar was dat ruim 12 miljoen vierkante meter. Met nog 80 miljoen vierkante meter te gaan in 6 jaar zou er een gemiddelde moeten zijn van 15 miljoen vierkante meter. Dus dat te gaan zien we dat nog niet als een probleem. Wat we wel merken dat op het moment de wetgeving er nog niet van kracht is, heel veel twijfel is bij niet alleen bij de eigenaren, maar ook bij de bedrijven om te investeren om daar wat mee te gaan doen. En je begrijpt op het moment dat die uitgesteld wordt of het wordt op een laatste moment, dan is een investering voor een bedrijf om te gaan versnellen, dat wordt steeds moeilijker. We hebben gekeken voor de industrie, nou die zijn al grotendeels overgegaan of gaan de komende jaren zelf over tot de saneringen. Bij de agrariërs, boeren met een vitaal bedrijf, die zullen zeker zelfstandig overgaan tot asbestsaneringen. Er zijn ook behoorlijk wat initiatieven momenteel met LTO, Campina, Ascent om het betaalbaar te krijgen. Een heel groot knelpunt binnen de agrarische sector, dat is de bedrijven die staken en vervallen raken en daar ontbreken de financiële middelen. Dat is een heel groot knelpunt wat komen gaat, terwijl juist die daken toch behoorlijk ernstig verweerd zijn. Bij de particulieren betreft het regelmaat of met grote regelmaat kleinere oppervlakte tot die 35 vierkante meter die al genoemd is. Dat mag onder een bepaald regime van een gemeente zelf verwijderd worden. Daarentegen is het inderdaad de oppervlaktes van particulieren wat meestal toch varieert van tussen die 35 of in ieder geval wat dan uitgevoerd moet worden op een professionele wijze of op een wijze dat je het zelf niet kan uitvoeren, is het relatief inderdaad duurder dan grotere oppervlaktes. De woningcorporaties, nou, die hebben intern al aangegeven in 2017 dat het op grote schaal al gesaneerd is. En de edesleden hebben toen aangegeven om het geen probleem te laten zijn om het voor 2024 te verwijderen. Dan hebben we het over de kosten van het asbestdak. Nou, ik hoor bedragen niet alleen in de krant. Ik lees van alles over oppervlaktes of over prijzen per vierkante meter en dergelijke. Als we gewoon kijken naar wat kost een dak verwijderen, dan zeg ik dat zijn asbestdaken verwijderen. Dan praat je over een prijs die varieert tussen de 8 en de 20 euro per vierkante meter. Dat is dan wel de prijzen die we hebben over de grotere oppervlaktes en dan praten we over de golfplaten. Daar hebben we natuurlijk daar moet nog wel een dak weer opgemaakt worden en of je dat wel isoleert, niet isoleert, daar zit natuurlijk een hele grote variant in.
Op het moment dat je de asbestleien krijgt, daar zit natuurlijk een behoorlijk probleem. Of de woningen die zijn uitgerust met asbestgolfplaten. Dan krijg je over het algemeen met ingewikkelde stijgerprocedures, methodes om bij de werkplek te komen. Waardoor die kosten best aanzienlijk hoger kunnen liggen. Alleen voor het verwijderen, voor het asbest op zich. En dan denk ik het niet over het stijgerwerk en het herstellen van het dakvlak. Dan variëren de vierkante meterprijzen op de asbestmarkt tussen de 35 en de 50 euro voor een vierkante meter. Aangezien we al die laatste, nou ja, overspoeld worden met tarieven, dat we zeggen van jongens, ik hoor bedragen van 100, 200, 250 euro vierkante meter. Ik daag eigenlijk het ministerie uit van nou, om dat heel eenvoudig te kunnen controleren. Kijk, de laatste jaren, 5 jaar aan subsidies, wat er is uitgegeven, dan kunnen we precies zien hoeveel vierkante meter er is verwerkt, de facturen zitten erbij. En breng dat maar eens in beeld, dan zal je zien dat er kosten wat zijn toegenomen. Maar om te zeggen van significante grote bedragen, nee, dat is hoofdzakelijk. De storttarieven zijn we toegenomen, natuurlijk salarissen, lonen. En dat een grote prijsverhogingen, die hebben wij daar niet kunnen ontdekken. Wat we krijgen, dat is in ieder geval ook nog horen, particuliere opdrachtgevers. Die hebben toch moeite om aannemers te vinden voor de verwijdering. Nou, ik hoor hier al met regelmaat, zorg dat je een asbestraantje, zorg dat het vanuit een gemeente gedragen gaat worden. Als iedere particulier moet gaan roepen om het zelf geregeld te krijgen, is niet alleen ingewikkeld om die aannemer te vinden. Want op het moment een particulier, en niet iedere aannemer werkt ook voor particulieren, maar er zijn ook juist aannemers die daar juist op in zijn gespeeld. Daar willen we ook. Ik zie nog een papier, maar uw tijd is om, dus ik vroeg u. Stil te zijn. Nee, even af te ronden de belangrijkste dingen en dan, maar niet. Maar goed, ja. Wat we natuurlijk heel erg in het belang hebben voor onze medewerkers en ook voor het milieu, dat is het punt veilig en gezond werken. Het blijft natuurlijk een punt. Het zijn asbestvezels die vrijkomen. Onze mensen worden eraan blootgesteld. Niet alleen onze mensen, maar ook de milieuomgeving om je heen. En mensen die toch in een nabijheid aanwezig zijn. En dan zeg ik nogmaals, jongens, veiligheid, toch, wat mag het kosten? Dat heb ik ook hier tussen de lippen door gehoord. Maar onze werknemers, ik moet er niet aan denken, wat wij later worden teruggegooid. We zien nu het asbestregime van de laatste 20, 30 jaar, dat neemt nu. Dat er minder asbestziekten en dodelijke zijn. Laten we alsjeblieft dat zo zien te houden voor onze jongere werknemers. Dank u. Dank u wel. Het woord is aan de heer Jansen van LTO Nederland. Merci pour tout. Ik ben Alfred Jansen, bestuurder bij LTO Nederland. En ik vertegenwoordig hier de agrarische sector in Nederland. De agrarische ondernemers zitten klem door het asbestdakenverbod. De wijze waarop asbestdaken moeten worden gesaneerd wordt bepaald door de stichting Asset. De overheid heeft een convenant gesloten met Asset, maar in de praktijk nauwelijks invloed op het beleid van Asset. Ook al heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om vensterbanken of asbestdaken onder te brengen in een lagere risicoklasse, het is vervolgens aan Asset om dat dan wel of niet te doen. En tot nu toe heeft Asset dit geweigerd en daarmee versnelling en goedkope saneren verhinderd. Met andere woorden, Asset bepaalt in grote mate de kosten en het tempo van een sanering. Ook innovaties, zoals het coaten van asbestgolfplaten, krijgen een onvoldoende kans. En de agrarische sector heeft geen invloed op dit geheel. De extra kosten voor de agrarische sector en andere dakeigenaren bedragen ruim 882 miljoen. Het gaat hier om extra kosten die gemaakt moeten worden door het verbod ten opzichte van autonome vervanging voor 2044. Van onze leden krijgen wij ook veel klachten over de soms absurd hoge saneringskosten en beheersmaatregelen. Het feit dat asbestdaken vervolgens gewoon gestort worden, past absoluut niet bij een circulaire economie. En dan is het de druk van banken en verzekeraars. Banken verlangen van klanten dat zij hun asbestdak ruim voor 2025 gesaneerd hebben. Op dit moment wordt actief aangestuurd op saneren. Voor bedrijven met asbestdaken die een nieuwe financiering willen afsluiten, geldt in ieder geval een renteopslag. Iemand die een nieuwe verzekering wil afsluiten op een gebouw met een asbestdak wordt niet geaccepteerd. Voor bestaande klanten die verzekerd zijn, ontbreekt daarmee de mogelijkheid om vrij van verzekeraar te wisselen.
Kortom, de agrarische verzekeringsmarkt voor bedrijfsgebouwen zit op slot door het asbestdakenverbod. Daarnaast zullen verzekeraars bedrijfsgebouwen met asbestdaken vanaf 2025 niet meer verzekeren. De risico's die ondernemers daardoor lopen zijn enorm. Je kan je ook afvragen of een gebouw met asbest vanaf 2025 nog wel gebruikt of bewoond mag worden. Kortom, het verbod heeft grote consequenties voor de continuïteit van de agrarische bedrijven. Daarnaast is het geval dat er geen verbod is in België, Duitsland en Frankrijk en vele andere landen. En dat is nadelig voor onze concurrentiepositie. Dan de saneringsopgave en de versnellingsaanpak. Net als de Tweede Kamer maakt LTO Nederland zich zorgen of er voldoende betaalbare capaciteit is om de sanering tijdig af te ronden. De zorg is dat het tekort aan saneringscapaciteit, alsmede de vele beheersmaatregelen, gaat leiden tot extreme kostenstijgingen, voor zover die nu al niet aan de orde zijn. Volgens de laatste raming moest er op 1 januari 2019 nog minimaal 80 miljoen vierkante meter aan asbestdaken gesaneerd worden. Dat is een opgave van op zijn minst 14 miljoen vierkante meter per jaar. Het uitvoeren van deze opgave is volstrekt niet realistisch. Daarnaast kan 7% van alle daken niet gesaneerd worden, omdat de hijskraan met open werkbak feitelijk nog steeds verboden is of nog niet ingezet mag worden. Bovendien is de stimuleringsregeling eind 2018 gestopt en dat is een domper op het saneringstempo. Particulieren mogen hun eigen dak, mits niet groter dan 35 vierkante meter, zelf saneren. Voor ondernemers geldt deze regel niet en wij vinden dat alle dakeigenaren de ruimte moeten krijgen hun eigen dak zelf te mogen saneren. Ook de juridische component kan in dit kader niet onbesproken blijven. Zo is voor ons niet duidelijk wat onder een asbestdak moet worden verstaan. Gaat het alleen om zichtbare asbestplaten of ook om asbesthoudend dakbeschot of asbesthoudende gevelplaten, etc. Naar onze mening is de wet op dit punt niet duidelijk en daarmee is ook niet duidelijk of de totale opgave juist is geïnventariseerd. Nut, noodzaak en haalbaarheid. Nut en noodzaak van het saneren van asbestdaken wordt niet onderschreven in de rapporten van TNO, Geofox en anderen in bijvoorbeeld 2007 en 2019. In het rapport van de Gezondheidsraad 2010 staat dat de huidige concentratie asbestvezels in de buitenlucht al onder het VR-niveau ligt. En de heer Helsloot gaf dat toen net ook al aan. Ook de noodzaak voor het versneld saneren van asbestdaken is naar onze mening niet voldoende onderbouwd. Daarnaast is het niet haalbaar om alle daken voor 2025 te saneren en zeker niet op een wijze die voor iedereen betaalbaar is. Het draagvlak voor het asbestdakenverbod is marginaal omdat de agrarische ondernemers klem zitten en een duidelijke wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Voorts kan een situatie ontstaan dat een agrarische ondernemer met asbestdaken door de buurt aansprakelijk wordt gesteld voor verminderd woongenot of dat een gebouw met asbest niet meer gebruikt mag worden. Dit kan grote consequenties hebben voor de continuïteit van de agrarische bedrijven. Alles overwegend vindt LTO Nederland dat het asbestdakenverbod niet haalbaar is, nut en noodzaak ontbreken en daarom willen wij u vragen het verbod niet in te stellen. Dank u wel. Dank u wel. Het woord is aan de heer Stichter van de VNG. Ja. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, leden van de Eerste Kamer. Als laatste in de rij hoop ik toch u nog voldoende te kunnen boeien in deze reeks. Ik ben directeur beleid bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de vereniging waar alle Nederlandse gemeenten 355 op dit moment vrijwillig lid van zijn. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is voor een snelle sanering van asbest op daken. Asbest is rotzooi, je gaat er ziek van worden, je kunt er zelfs dood aan gaan en dat moet van die daken af. Wij voelen ook weinig voor een soort polemisch debat in welke mate dit nou wel of niet schadelijk is ten opzichte van andere risico's. Het moet van de daken af. Laat dat voor alle helderheid vooraf zijn. We zien gelukkig ook veel goede initiatieven op dit moment die gemeenten veelal samen met provincies nemen om die sanering te versnellen. Om te inventariseren hoe groot het probleem is en ook daar aanpakken voor op een rij te zetten. Die inventarisaties lopen. Op dit moment hebben we eigenlijk het totale overzicht van Nederland nog niet. En wat we wel zien in de beweging, dat er verschuiving plaatsvindt van de aanpak in agrarische gebieden naar meer stedelijke gebieden, waardoor ook meer particuliere eigenaren in beeld komen te staan. En dat kleurt wel de problematiek waar we denk ik hier
met name het accent op leggen. En daarbij zien we ook dat er nadrukkelijk verbindingen worden gelegd tussen de sanering van asbestdaken en andere opgaven in die gebouwde omgeving, zoals de energietransitie en zelfs ons funderingsherstel. En daarmee is het niet een geïsoleerd vraagstuk geworden. Daarmee verhoudt zich dat tot onder de opgave voor diezelfde eigenaarbewoners in die gebouwde omgeving erin. En het is een opgave, mag ook wel eens gezegd worden, waar ik vind dat we interbestuurlijk tussen gemeente, rijk en provincies goed met elkaar samenwerken. Niettemin maken wij ons vanuit de gemeente ook zorgen over de voorgestelde aanpak. En die zorgen zitten in eerste instantie, zo vaak genoemd, rondom de haalbaarheid en betaalbaarheid van dit voorstel. En dan doe ik met name op de haalbaarheid en betaalbaarheid voor de eigenaarbewoners. We hebben de voorbeelden gezien, gehoord op radio. En daar zitten schrijnende gevallen bij van eigenaarbewoners die gesteld worden voor een financieringsvraagstuk wat onvoldoende gedekt wordt. En waarvoor ze ook niet aan kunnen kloppen bij banken. En dan wordt het probleem wel heel erg groot voor de eigenaarbewoners. Het probleem wordt vervolgens groter op het moment dat eigenlijk nu al wordt aangekondigd vanuit de verzekeraars dat vooruitlopend tot dat verbod de woningen niet meer verzekerd zijn of waarvan de polissen strek omhoog zullen gaan. En daarmee vergroot het risico van gewoon persoonlijk failliet op het moment dat zich calamiteiten voordoen. Met als gevolg dat ook daarvan de consequenties worden afgewend op gemeenten. En een derde element van zorg zit hem in de uitvoerbaarheid richting de gemeente. Want dit vraagt een vrij grote rol, het is al een paar keer gezegd aan tafel, om bewoners daarin te faciliteren, om dit te ondersteunen, om daar een aanpak te organiseren. En gemeenten kunnen dat niet eventjes bijdoen op dit moment. En de vraag over handhaving, nou ja, die durf ik helemaal niet te beantwoorden, wat op wat voor manier dit ook überhaupt gehandhaafd kan worden. De insteek is dus positief, maar de manier waar we nu staan roept te veel vragen op. En dat vraagt dat we gaan versnellen. Versnellen in de inventarisatie waar gemeenten provincies nu voor staan, om veel scherper het beeld te krijgen hoe groot het vraagstuk is. En het vraagt op een oplossing voor het financieringsvraagstuk. En een oplossing voor de aanpak hiervan. Zodat de eigenaarbewoners niet gesteld worden voor een onmogelijke aanpak om dat voor zichzelf te gaan ontdekken. En bij de financiële haalbaarheid hoort dat eigenaarbewoners eigenlijk maximaal ontzorgd worden dat iedereen, ook diegene die niet voor financiering in aanmerking komt bij een bank, met een zeker hart weet dat hij of zij daar niet de dupe van gaat worden. En dat hij of zij daar niet de risico's van loopt. En dat de risico's ook niet afgewend kunnen worden op een gemeente die daarvoor garant zou moeten staan. Want daarmee is het fonds financieel onhaalbaar. Het derde element wat nodig is, is dat er een versnelling gaat komen, intensivering gaat komen over de ondersteuning van de aanpak. In de manier dat ook eigenbewoners worden ondersteund om hier werk van te maken. En dat vraagt, het is al eerder genoemd, dat ook gemeenten in staat worden gesteld om die rol ook waar te kunnen maken als dat van ons wordt gevraagd. Wij denken dat een sanering of een aankondiging van een verbod op asbestdaken helpt om de druk erop te zetten om ook daar een versnelling te krijgen. Niettemin, en zo is het ook opgenomen in de wet, is het denk ik heel verstandig om in 2022 bij abonnement vastgesteld heel goed te kijken of dit verbod op deze manier haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is. En nu aankondigen dat het verbod niet kan komen, dat zou verstandig zijn. Maar de consequenties worden pas stapje voor stapje in beeld gebracht. En er is een grote verantwoordelijkheid voor de Eerste Tweede Kamer om uiteindelijk mee in te stemmen met het verbod met zoveel vraagtekens op dit moment. Dank u wel. Volgens mij interessante stellingname om een discussie aan te gaan die ik helaas niet kan bijwonen. De heer Vlierman neemt het voorzitterschap op. En ja, dank u wel allemaal voor uw toelichtingen. Ik neem het voorzitterschap inderdaad van mevrouw Noren over, omdat zij bij een andere commissievergadering aanwezig moet zijn. Ik heb begrepen dat we vorige keer linksom zijn gegaan met de vragen. Er rest ons nog een goede drie kwartier voor vragen aan de verschillende deskundigen achter de tafel. Dus ik zou, voordat ik deze keer rechtsom ga, iedereen willen vragen om compact en kort vragen te formuleren en ook de deskundigen achter de tafel om daar zo compact en kort mogelijk op in te gaan, zodat iedereen in ieder geval de kans heeft om een vraag te stellen. En om dat een beetje te rantsoeneren, stel ik mij voor dat ik om te beginnen per Kamerlid niet meer dan twee vragen toesta.
En ik wil u vragen om allemaal aan te geven aan wie u de vraag stelt. Want dan krijgt u direct na de vraag antwoord en dan pingpongen we zo de zaal door. Ik begin bij mevrouw Kipmartin. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraag aan de heer Stichter. Want u houdt wel een enerzijds-anderzijds verhaal. U signaleert aan de ene kant een aantal problemen die heel veel sprekers voor u ook gesignaleerd hebben. En aan de andere kant zegt u ja, we moeten deze wet wel doorzetten. Want dat houdt de druk op de ketel. Maar we weten niet of het haalbaar en betaalbaar is. Want er zijn een aantal randvoorwaarden noodzakelijk. Dus we moeten in 2022 kijken of het überhaupt wel haalbaar is. Maar ja, dan hebben we de wet al aangenomen waar 1 januari 2025 in staat. Dus hoe zal ik dat formuleren? Welke garantie kan de VNG bieden dat de drie punten waar u ook op wijst als randvoorwaardelijk, dus een versnelde inventarisatie, er moet financiële haalbaarheid komen, bewoners moeten niet de dupe zijn, en intensivering van de ondersteuning van de aanpak waar het gemeente toe in staat moet worden gesteld, ik neem aan door het Rijk. Hoe ziet u dat voor zich? Oké, meneer Stichter. Het enerzijds, anderzijds verhaal, dat klopt wel. Asbest moet van de daken af, zonder enige twijfel. De mensen gaan daar ziek aan en die verantwoordelijkheid wil je niet dragen. In de manier waarop het nu is ingesteld, liggen er te grote financiële risico's bij de eigenaar bewoners om te kunnen zeggen, nou, dat verbod gaat in en we zien wel waar het schip strandt. De andere kant zou zijn, vanwege de onzekerheden die we hebben, laat het verbod nog maar even niet ingaan. Daar zei de heer Stam ook wat over. Nou, dat ze nou juist de drukte weer, haalt de drukte vanaf, waarvan we juist zien dat die aankondiging van dat verbod ook wel tot een verstelling heeft geleid. Dus dat is ook niet ons pleidooi. Dus ons pleidooi is, laten we de komende jaren intensiveren qua versnelling van die asbestdaken. Kijken waar er gefaciliteerd moet worden. Dat zal ook nadrukkelijk de Rijksoverheid daar extra in moeten ondersteunen, in die aanpak erin. Dan zal er ook een klip en klare oplossing moeten komen voor de financiering van die eigenaar-bewoners, die totaal ontzorgd worden daarin. Laten we kijken hoe ver we daarin komen en laten we dan in 2022, kom ik zo even kijken wat de juridische kant daarvan is, de balans opmaken hoe ver we zijn gevorderd en of het dan maatschappelijk gezien verstandig is om dat verbod te handhaven, dan wel om daar toch nog wat meer tijd voor te nemen. En die mogelijkheid bestaat omdat bij amendement in de Tweede Kamer er in 2022 een evaluatiemoment is aangekondigd, waar uiteindelijk nog een C is vanuit het parlement, nou, om daar nog wat van te vinden. Maar okay. Wij kunnen. Pardon, mag ik? Mevrouw Klip, nog een tweede vraag. Nou, even hierop reagerend. Zoals u weet mogen wij geen amendementen indienen. Dus de randvoorwaardelijkheid van gemeenten die in staat moeten worden gesteld om te ondersteunen bij dit hele traject. Als ik het kort samenvat en ik zou uw advies aan ons vragen, zegt u ja, mits. Klopt dat? Ja, mits. En nee, tenzij ligt dicht bij de Kamer. Ik zou zeggen in dit geval ja, mits. Okay, dank. Okay. Mevrouw Stine. Ja, dank u wel. Ik heb één observatie en twee vragen. We hebben een stuk gekregen van dat hebben volgens mij al onze collega's gekregen, van drie provincies, van Drenthe, Overijssel en Gelderland. En die zeggen, wij denken dat dit wetvoorstel haalbaar is en noodzakelijk. Ik weet niet of de mensen achter de tafel dit hebben gelezen, maar misschien is dat een vraag voor de heer Stichter om daar nog misschien op te reageren. Maar voel u vooral vrij daarop te reageren. Ik heb een vraag voor meneer Mulder van Eigen Huis. En die heeft heel erg te maken met verantwoordelijkheid en draagkracht. Kijk, als je huiseigenaar bent, heb je verantwoordelijkheid. We hebben volgende week een VVE-vergadering. Wij gaan kijken, moeten we iets doen met dat dak? Wat gaat dat kosten? Hebben we daarvoor gespaard? Kunnen we betalen? Eigen verantwoordelijkheid. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Van waarom zou dat dan anders zijn met asbestdaken? Tegelijkertijd vinden we natuurlijk ook belangrijk dat het voor mensen haalbaar is. Wat ik in dat stuk van de provincies, van die drie provincies lees, is dat 5% van de huiseigenaren het niet zou kunnen betalen. Dat betekent dat 95% volgens deze informatie, en ik ben benieuwd of u zegt dat dat klopt, 95% van de mensen het wel zouden kunnen betalen. En zou dan voor die 5% een asbestfonds, ik vind het trouwens een heel nare naam, maar misschien moeten we daar een andere naam voor verzinnen, een oplossing kunnen bieden?
Dus dat is mijn vraag aan de heer Mulder. En dan tot slot een korte vraag aan de heer Stichter van de VNG over dat stoplichtmodel. Dat spreekt me wel aan. Maar de vraag is, wie bepaalt dat dan en waar ligt dan de bewijslast? En ligt dan de bewijslast straks niet gewoon bij gemeenteambtenaren? En de zorg die ik ook heb, ook in de analyse van die verwering van die daken, hoe lang mag het stoplicht dan op oranje blijven staan? Dank u wel. Ik stel dan voor dat eerst de heer Stichter even reageert, want die had zowel over het IPO... of over de drie oostelijke provincies, als over het stoplichtmodel een vraag. En dan kijk ik dan naar meneer Mulder. Ja. Ik heb de bijdrage van de drie provincies ook gekregen, niet het IPO overigens. Wat ik ook aan het begin van mijn betoog aangaf, is dat wij op dit moment heel goed samenwerken met de provincies. En we zien met name de genoemde provincies, en Limburg kan er ook bij worden genoemd, echt vooruitlopen in de aanpak. Ik zei het heel bewust, ook Limburg wachten wij worden geschaard. En die hebben echt tot een versnelling geleid. En die hebben gemeenten daarin meegenomen, die hebben het voortouw genomen in de realisaties, hebben daar ook veel eigen financiering tegenaan gezet. En dat zie je terug in de voortgang van deze provincies ten aanzien van andere provincies. Dus de positieve insteek die zij kiezen, herkennen wij zeker ook voor deze provincies. Wat wij aan de andere kant zien, is dat de vraagstukken die nu naar boven komen, en vooral recent naar boven komen, dat zijn ook vooral vraagstukken in de wat meer stedelijke gebieden. En daar hebben we het zicht eigenlijk nog onvoldoende. Dus ik vind 5% van de partijen die dat onbetaald vindt, vind ik voorbarig. Wij krijgen in ieder geval signalen nu uit steden die nu klaar zijn met de inventarisaties. Rotterdam is daar nu druk mee bezig. En dan zie je dat juist in gebieden, juist in wijken waar mensen wonen die met minder financiële draagkracht, met juist die wijken waar woningen zitten met asbestdaken, dat daar een cumulatie zit van, nou ja, van problemen in die wijken met en de financiering. En dan zou het zomaar kunnen dat je boven de 5% uitkomt. En al is het maar, wij spreken 10% van 400.000 inwoners waarbij het huishoudens waarbij het aan de orde is, dan heb je het wel over 40.000 woningen. En afhankelijk van de kosten die daarmee gemoeid zijn, gaat het al snel om grote bedragen. En op het moment dat daar geen financiering voor gevonden is, ja, kijk naar Groningen en heb je toch een groot maatschappelijk vraagstuk daarin te pakken. Dus absoluut aantallen, of ten aanzien van of het in dak hoeveelheden ten opzichte van de agrarische gebieden, zegt niet alles voor de ernst en de omvang van de problematiek daarin. Het stoplichtenmodel is een interessant model. Ik denk dat we ons goed moeten gaan bestuderen. Wat hier natuurlijk wel aan de hand is dat wij daarmee wel zeggen dat gemeenten een extra taak krijgen op basis van het stoplichtenmodel een inventarisatie te maken die veel intensiever is dan een inventarisatie van hoeveel in welke wijken is asbest te voorspellen. Dus als we met elkaar dit een goed idee vinden, ja, dan hebben we ook nog een keer gesprek met elkaar te voeren. En hoe dachten we dan dit te gaan financieren? Want dit is ook een taak, met alle taken die de laatste jaren ook naar gemeenten toe zijn gegaan, die zich niet even makkelijk erbij laat uitvoeren. Maar het kan in ieder geval wel wat meer lucht geven als het gaat om de aanpak hiervan. Dat niet naar alles of niks is ten opzichte van 1 januari 2025. Wat zegt u? Hoe lang wil het dan? Hoe lang, ja, mag het dan moet ik het model ook wat beter bestuderen. Ja, okay. Het is in ieder geval een interessante gedachte om wat meer lucht te krijgen in het geheel. Ja, ja, dank u wel. Oké, okay, meneer Mulder. Oh, voorzitter, en ook dank voor de vraag. Die stelt mij in de gelegenheid nog een en ander te verduidelijken. Kijk, als je een huis hebt, dan ben je zelf verantwoordelijk voor dat huis. En nou ja, op enig moment zul je ook misschien wel eens je dak moeten vervangen. Maar we hebben hierover een verplichting vanuit de overheid om het bijvoorbeeld eerder te doen. Terwijl dat dak nog prima is. Daar wordt alleen maar een publiek doel mee gediend. He, dat ligt in de sfeer van het milieu, de volksgezondheid. Nou, daar is al heel veel over gezegd wat ook maakt dat je daar nog eens goed naar zou kunnen kijken. Maar goed, het is in ieder geval het publiek doel wat wordt voorgestaan. En als je dat op wil leggen aan huiseigenaren, dan zul je ze moeten helpen. En je zult ze moeten helpen ook met raad en daad, maar ook met het betalen hiervan. Want het was niet hun idee om voortijdig een goed dak te vervangen. Nou, het stoplichtmodel is eigenlijk, dat hebben wij geïntroduceerd omdat we ook zeggen van als je dan met overheidshulp dit toch gaat doen, dan zou je ook moeten kijken of je kosten zo laag mogelijk kunt houden. En nou, huizen staan op groen als er gewoon niks met het dak aan de hand is en het gewoon nog prima is. Oranje, dan zeg je van nou, het zou uit asbestoverwegingen misschien goed zijn om het te coaten. Zeker niet om het nog te vervangen. En rode daken, ja, daar vallen de gaten in. Daar moet je ook om allerlei andere redenen meteen mee aan de slag.
En, dat is de, en dan verlaag je dus de kosten. Ander element om de kosten te verlagen, daar heb ik ook aandacht aan besteed straks, is van moet je nou overal die witte pakken voor uit de kast halen? Of kun je ook eenvoudige dingen door een gecertificeerde timmerman of dakdekker laten doen? Dank u wel. Ik ga naar de heer Van der Sluis. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had meerdere vraagjes aan meerdere mensen, maar gezien de tijd zal ik me beperken tot een tweetal vragen die eigenlijk voor meerdere disciplines denk ik wel inzetbaar zijn, maar ik stel ze wel aan een bepaald persoon. De eerste plaats, de heer Stam. U noemde net wat bedragen over vervangingskosten van het dak. Nou, toen hoorde u al wat geluid ook van de tribune komen. Mag eigenlijk niet. Maar er zijn bedragen in omloop, die krijgen wij ook toegemaild van mensen die een offerte hebben gekregen van €300 de vierkante meter. Hoe verklaart u deze bedragen? Zijn dat oplichters die dat soort bedragen naar deze mensen sturen? En kunnen zij zich eventueel, als ze zo'n offerte hebben gekregen, zich bij u melden? En dat u dan misschien kan gaan kijken van, dat kan goedkoper. Zouden we deze mensen op deze manier tegemoet kunnen komen? En de heer Vilijn van de Bond van Verzekeraars. U zei van, we moeten nog even gaan kijken of we straks asbest nog wel in het pakket kunnen gaan houden. Wat bedoelt u daar precies mee? Is een huis dan straks na de datum van 31 december 2024 dan niet meer verzekerd als het in de brand vliegt? Of wat bedoelt u daar precies mee? Oké, dank u wel. De heer Stam als eerste over de prijs. Ja, ik heb inderdaad prijzen genoemd. En ik denk dat we niet dingen door elkaar moeten halen tussen het verwijderen van asbest. Hè, dat heb ik er ook bij gezegd. De prijzen die ik net noemde is voor het verwijderen van het asbest. Maar daarnaast krijg je altijd het herstel van een dak. En dat heeft natuurlijk ook een veel grotere invloed op het vervangen dan het verwijderen van het asbest. En ik denk dat we dat uit elkaar moeten halen. Want op het moment dat je zegt van nou €300 vierkante meter. Nou, voor de helft weet ik zeker dat dat een fatsoenlijke prijs is. Al kan het nog zo zijn dat je met heel ingewikkelde stijgenconstructies dat gaat benaderen bedrag. Maar dat zijn dan wel heel specifiek weinige gevallen die voor zulke tarieven in aanmerking zouden komen. Die mogen ze absoluut melden. Dank u wel. Ja, verzekerbaarheid van asbest. Op dit moment is het zo dat asbest gewoon verzekerd is. Dus als u een dak heeft, maar ook als u gevelbeplating heeft, is dat gewoon verzekerd. En op het moment dat dat afbrandt, dan hebben we emissie van asbestdeeltjes en het opruimen daarvan, dat valt onder de opruimkosten. Het kan zijn dat als dat een flinke vervuiling is, dat dan de opruimkosten onder die polis niet genoeg zijn. Die mogelijkheid bestaat altijd. Er zijn verzekeraars op dit moment die kritisch kijken naar de waarde van een dak. Want wat is een asbestdak waard op het moment dat je een verbod hebt en je moet daar binnen een x aantal jaren afscheid van nemen? Die discussie die loopt en die wordt door verschillende verzekeraars verschillend in de polissen gezet. Het kan natuurlijk niet. Een korte aanvulling. Ja. Nee, mijn vraag was, van, nu zit het inderdaad in de polis, maar straks als de datum verstreken is dat mensen eigenlijk een dak moeten hebben gesaneerd en dat is dan niet gebeurd en het vliegt dan in de fik, het huis, is het dan nog steeds verzekerd of is de polis dan per die datum vervallen? Het huis is verzekerd, alleen het gaat even, je hebt een onderdeel wat je niet meer mag hebben eigenlijk. Dus wat is dan de waarde? Je moet het zo voorstellen. U hebt een huis op 31 december 2024, is dat huis de waarde van het huis zonder asbest. Maar als u het dan kunt verkopen, dan trekken we wel de saneringskosten, of tenminste we, maar dan de koper trekt daar de saneringskosten vanaf. Dus dat is uw waarde. Kijk, het kan er niet zo zijn dat wij als verzekeraars ergens half december een brand hebben en dat de asbestsanering dan op kosten van brandverzekeraars plaatsvindt. Ik denk dat hier zometeen misschien na afloop van het openbare debat nog even over doorgepraat wordt. Ik ga naar de heer Atsma. Ja, voorzitter, dank u. Toch maar aansluitend op de laatste. En het is sowieso wel goed te horen dat u in ieder geval niet kijkt naar wat het ministerie heeft gedaan naar de
afschrijving op de daken. Want het ministerie zegt van ja, na zoveel jaren zijn de daken afgeschreven, dus het kan wel worden vervangen. Maar waar ik van schrok was de opmerking van de heer Janssen, en misschien kan u erop reageren. Die zei van ja, een boer die of iemand die een nieuwe boerderij koopt, of een boerderij koopt of verkoopt, die wordt nu al geconfronteerd met verzekeraars die niet meer willen verzekeren omdat er een asbestdak op zit. Nou, de wet is er nog niet. Hoe verhoudt zich dat tot die zorgplicht, als dat het geval is? En wat is voor u het criterium? Ik heb het ook in het vorige uur gevraagd. Wat is voor u een dak, een asbestdak? Is dat een dak dat zichtbaar is? Of is dat geldt dat ook voor alles wat onder het riet zit of onder de dakpannen zit? En voorzitter, diezelfde vraag zou ik aan de vereniging Eigen Huis willen stellen. Heeft u er zicht op hoeveel huizen in Nederland van particulieren zijn waar asbest onder de pannen, onder het riet of ergens anders nog zit, maar wel deel uitmakend van het dak? En hoe wordt daarmee omgegaan? Ik vind dat een erg lastige, ook in juridische zin. Als ik kijk naar onze positie, dan zou ik graag daar wat meer scherpte in willen hebben. Wat is het dak waar u naar kijkt als verzekeraar en waar u als eigenaar ook naar kijkt? Dank u wel. De eerste, meneer Villeen. Ja, het vervelende is dat wij niet naar het dak kijken en het niet af gaan pellen. Wij kijken gewoon naar het gebouw wat we verzekeren. Dat gebouw gaat in de brand. Vaak zie je dan het dak in de brand vliegen. Als daar asbest aan de binnenkant zit, dan gaat dat ook de lucht in, om het maar zo te zeggen. En het wordt opgeruimd en het pand wordt herbouwd. Op het moment dat je asbest aan de binnenkant hebt, wat niet verboden is, dus daar, dat wordt gewoon vervangen door niet asbesthoudende materiaal. De heer Atsma, nog een keer. Dat was niet mijn vraag. Ik heb u gevraagd, klopt het dat er nu al panden worden geweigerd door verzekeraars vanwege de verkoop van eigenaar 1 naar eigenaar 2, omdat er asbest in aanwezig is en nu niet meer zou willen verzekeren? Ik heb u gevraagd, hoe verhoudt zich dat tot de zorgplicht die u heeft? En wat verstaat u onder een asbestdak? Ja, nou, we gaan nu aan deel 2. Ik weet niet op welke verzekeraar, die hebben natuurlijk een eigen acceptatievrijheid. Dus dat zijn, daar gaat het verbond niet over. Elke verzekeraar kan dat voor zich bepalen wat ze daarmee doen. Het is natuurlijk wel vervelend als er onverzekerbare risico's blijken te zijn. Maar die geluiden heb ik op dit moment nog niet binnengekregen. En de vraag wat u onder een dak verstaat, daarvan zei u, wij kijken naar het hele gebouw zonder onderscheid te maken naar de verschillende onderdelen. Dat klopt. Nee, dat doet u niet, want u heeft daarvoor gezegd van ja, als er asbest in een dak zit, dan is het voor ons van nul waarde of heeft het weinig waarde. En mijn vraag is, wat doet u met een dak waarin bijvoorbeeld asbest onder het riet zit, wat in veel agrarische gebouwen het geval is, of asbest onder dakpannen, wat bij veel huizen het geval is? Ja, nou ja, asbest onder dakpannen, als die dakpannen slecht zijn, dan vervang je de dakpannen. Dan kan je het asbest laten zitten. Dus in mijn perceptie is het de binnenbekleding van een zolderruimte niet te zien als zijnde het dak wat vanuit deze wet vervangen moet worden. En zou dan, als ik de vraag zo mag vertalen, op het moment dat zo'n dak in de brand vliegt en er zijn kosten van het opruimen van het asbest dat daarmee vrijkomt, dan wordt dat door de verzekering gedekt ook na 2025? Zeker. Okay. Want we mogen aan de binnenkant van het pand mag je gewoon asbest nog steeds gebruiken. Na 2025. Ik ga naar de heer Mulder. Ja, in de richting van de heer Atsma, wat ik onder een dak versta. Dat lijkt me net even iets minder relevant dan dat wat de wet eronder verstaat. En dat gaat gewoon over de buitenkant. Hè? Dus alles wat eronder zit, valt er niet onder het verbod. En als u dan zegt van nou, hoe zit dat dan qua logica in elkaar in dit voorstel? Ja, dan ben ik het met u eens. En als u dan zegt van nou, dit is niet een schoolvoorbeeld van wetgevingskwaliteit zoals we die, misschien u als leden van de Eerste Kamer die graag ziet, dan zou ik dat ook heel goed kunnen begrijpen. Oké, dank u wel. Ik ga naar meneer Binnema. Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk
lijkt deze middag in het teken van twee thema's te staan. Althans, zo vat ik het voor mezelf maar even samen. Het eerste is, we zijn op zoek naar de feiten. En we willen risicogestuurd of anderszins werken op basis van de feiten. Alleen tegelijkertijd constateer ik voor de pauze over het al dan niet risicovol zijn van asbest en welke gevaren voor de gezondheid en over hoeveel gevallen dat gaat, zijn de feiten het nog niet met elkaar eens. En eigenlijk is het vandaag in de rest van de dag zo verder gegaan. Want er wordt gesuggereerd dat de makkelijke daken gesaneerd zijn, dat het laaghangend fruit geplukt is. Er wordt gesuggereerd dat het vooral om golfplaten zou gaan en niet zozeer om andere daken. Er wordt een inschatting gemaakt van voor hoeveel mensen het al dan niet mogelijk zou zijn hetzelfde te betalen en voor wie het qua draagkracht niet mogelijk zou zijn. En er worden ideeën gesuggereerd over hoe je toezicht aan de hand van stoplichten in zou kunnen gaan vullen. Maar daarachteraan de vraag van hoe gaan we vaststellen of daken of wel of niet aan een bepaalde vereiste voldoen. Dus mijn vraag is eigenlijk, ook omdat we het wel een beetje over allerlei verschillende dingen lijken te hebben. Vanuit de VNG door de stichter ook aangegeven, gemeenten zijn bezig te monitoren. We hebben een factsheet van provincies gekregen die hun eigen gegevens aanbieden. We hebben diverse rapporten, we hebben diverse inschattingen. Hoe zit het bij de verschillende deskundigen? En ik vraag hem maar even specifiek aan de heer Stichter, omdat hij ook dat aspect dan nadrukkelijk noemde over de monitoring en het in beeld brengen. Maar ook aan de LTO, omdat daar nadrukkelijk ook gesproken werd over het laaghangend fruit dat geplukt is en de ingewikkeldere situaties die gaan komen. En wellicht eigenlijk ook aan de heer Eckers, maar dan ga ik waarschijnlijk iets te veel mensen tegelijkertijd vragen. Van in hoeverre hebben we nu eigenlijk echt in beeld wat de omvang is? Dat hebben we nog denk ik redelijk in beeld in vierkante meters, maar van de problematische of ingewikkelde daken als percentage ten opzichte van die 80 miljoen vierkante meter die nog gedaan moet worden. En in hoeverre hebben we nu eigenlijk goed in beeld bij hoeveel mensen het daadwerkelijk niet mogelijk is dit financieel te realiseren en wie op zichzelf, en dan kun je een discussie hebben over verantwoordelijkheid van de overheid, dat niet zou kunnen. Tweede discussie die ik eruit naar voren haal, en dat is met name aan de heer Eckers gericht, die eigenlijk zei, dit zou een aanpak moeten zijn die je heel erg lokaal moet organiseren. Hè? Haal mensen uit verschillende deskundigheden in zo'n gemeente en een wijk bij elkaar om te zien hoe dit aangepakt kan worden. In de pleidooien die ik met name ook vanuit Edes hoor, waar het over regie door de overheid gaat, lijkt het de suggestie zijn dat het vooral de landelijke overheid zou moeten zijn die de regie moet nemen. En tegelijkertijd zien we ook provincies die het voortouw nemen. Dus mijn vraag is ook een beetje in deze hele discussie, op het moment dat we allemaal naar verschillende overheden gaan wijzen, allemaal verschillende verwachtingen hebben, waar ligt de eerste verantwoordelijkheid om dit tot een goed einde te brengen? En zou je het een goed idee vinden eind 2024 het verbod daadwerkelijk ook gerealiseerd te hebben? Wie zou daarin het voortouw moeten nemen? Dank u wel. Ik ga eerst naar de heer Stichter en dan naar de heer Janssen en dan eindig ik bij de heer Eckers. Het eerlijke antwoord is dat we totaal overzicht op dit moment niet hebben van de problematiek. Dus er zijn inschattingen gemaakt, er zijn betrouwbare inschattingen gemaakt, maar het totaalplaatje weten we niet. En in dit geval zou je kunnen zeggen dat Oost-Nederland wat vooruit loopt op West-Nederland. Omdat je ziet dat vanuit de voortouw die de provincies vaak hebben genomen, daar de inventaties eerder en beter zijn gevoerd. En dat in ieder geval wel beter zicht is op de wat meer agrarische problematiek die daar speelt. Met name rondom de stallen. Waar de grootste open einde nog in zit, dat zit met name eigenlijk in de wat meer stedelijke regio's in West-Nederland. En daar zijn inschattingen van gemaakt. En dat kun je doen op basis van bouwjaren, type woningen, noem maar op. Kun je inschattingen maken. Maar feitelijk zul je dat echt moeten gaan verdiepen erin. En ons beeld is nu dat de meeste gemeenten dat aan het doen zijn of al hebben gedaan, al dan niet gefaciliteerd vanuit de provincies. Maar het totaaloverzicht moeten we echt nog met elkaar maken op dat punt. Je ziet ook wel dat in de type inventarisaties dat er ook een ontwikkeling is. Van de eerste inventarisaties die echt van huis tot huis gingen, tot en met scans die nu vanuit vliegtuigen worden gemaakt op basis waarvan je het kunt gaan verdiepen. Maar ik denk dat we volgend jaar bij wijze van spreken al veel meer zicht hebben op de omvang van de resterende problematiek in het stedelijk gebied dan dat we nu hebben. Het gaat niet over miljoenen woningen, maar het gaat ook niet over 10.000 woningen. Het zit er echt zo in. Dank u wel. Meneer Janssen? Ja. Meneer Binnenma, even antwoord op uw vraag. U maakt een hele mooie samenvatting van het debat. Om eerst te kijken, wat is nu precies het probleem? Is er een probleem en hoe gaan we dat dan aanpakken? Hoeveel ligt er nog? Ja, dat is voor ons eigenlijk ook een vraag. Wij hebben natuurlijk al enkele jaren doen wij een soort van inventarisatie, ook in samenwerking met de genoemde provincies. Gelderland, Overijssel, Drenthe en Limburg, die lopen gewoon voorop. Die hebben dat redelijk in beeld. Maar ja, dat zijn niet alle provincies. De rest van de provincies die heeft daar weinig beeld van. Dus wij hebben ook geen goed gevoel bij deze inschatting. En die inschatting is ook al, die 80 miljoen is ook al een paar keer weer gewijzigd.
Dus wij zijn daar terughoudend in om te zeggen van dit is het nu exact, zeg maar. Wij weten het eigenlijk ook precies, niet precies. En daarom dat wij ook zeggen dat wij het niet haalbaar vinden. Die betaalbaarheid, wat u ook aangaf is van in de agrarische sector hebben we eigenlijk drie groepen. We hebben voorlopers, die zijn al een heel eind op weg. Die hebben het ook al vaak gedaan. Dan hebben we een middengroep. Die het op zich ook wel wil en ook wel kan, maar ook een beetje twijfel heeft van is het nu echt nodig? Want zeg maar op de visites en zo is volgens mij iedereen het er wel over eens dat de noodzaak dat die er eigenlijk niet is. Dus die zit een beetje te kijken van goh, hoe gaat het nu verder op dit dossier? En dan hebben we de, zeg maar de stoppers of de mensen die het echt niet kunnen betalen. En wij schatten die groepen ongeveer in op een derde. En wij schatten die stoppers zeg maar in op een derde. Die hebben zoiets van, nou ja, we wachten het wel af. Het gebouw is niet meer functioneel of ik kan het niet meer betalen. Ik wacht gewoon af tot het gebouw zeg maar afgebroken moet worden of dat ik het niet meer nodig ben of wat dan ook. Die hebben eigenlijk geen plan. Die hebben zoiets van, nou, ik hoop dat het allemaal meevalt. Die hebben wel zorgen over de betaalbaarheid en over de risico's die ze lopen, ook in het kader met de verzekerbaarheid. Dus er zijn wel heel veel zorgen. Maar die gaan niet bewegen, zeg maar. Oké, dank u wel. Meneer Eckers nog over de aantallen. De aantallen, ja, dat is inderdaad, daar kan ik ook weinig over zeggen. We zouden, er wordt gesproken over een hoeveelheid vierkante meters die al gedaan zijn. Maar het is heel onduidelijk hoeveel vierkante meters van particuliere woningen erbij zitten. Dat is natuurlijk de sector waar ik voor zit. Dat zou misschien gehaald kunnen worden uit de subsidieaanvragen. Ik heb al eerder geprobeerd om daaruit allerlei analyses op te halen. Maar ik krijg geen toegang tot de cijfers. Dat zou op zichzelf heel interessant kunnen zijn. Als u daar nog iets voor zou kunnen betekenen, dan zou me dat welkom zijn. En verder, ja, de vraag over wat ik dan regie noem, de sturing vanuit de overheid om de zaak op gang te helpen. Je hebt natuurlijk verschillende doelgroepen. De woningbouwverenigingen, dat is één eigenaar in het algemeen. Daar kan vrij simpel een afspraak mee gemaakt worden. Die hebben waarschijnlijk ook verder weinig regie nodig. Maar de particuliere woningen die geconcentreerd zijn in buurten, in een stad en dergelijke, daar is de gemeente toch de instantie voor die daar de noodzakelijke hulp en de noodzakelijke versnelling voor kan leveren. En die moeten daar dus voor gestimuleerd worden en toegerust, want het kost geld en het is oneerlijk om dat maar gewoon van de gemeentes zomaar te verlangen. En dan is er verder nog een belangrijke sector, daar hebben we nog niet echt over gehad. De mensen die in het buitengebied wonen, die een boerderij gekocht hebben en dergelijke. En dat is weer een andere sector die op een andere manier geholpen moet worden. Want die zitten heel verspreid in het landschap, vaak in kleine gemeentes, waar ze eigenlijk, nou, waar het niet zo logisch is om aan te kloppen als in stedelijke gebieden. En daar is de provincie eigenlijk weer de instantie die die bundeling van die mensen zou kunnen verzorgen en voor een gezamenlijke aanpak kunnen zorgen. Dus zo is er per sector, zou je kunnen zeggen, een apart soort aanpak gewenst om die stimulans te organiseren. Oké, dank u wel. Mevrouw Viers. Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook nog even een vraag voor de heer Stichter. Aan tafel, maar ook in een aantal brieven die we hebben gekregen, wordt heel nadrukkelijk gekeken naar de regierol aan de voorkant om te zorgen dat uiteindelijk zoveel mogelijk sanering plaatsvindt. Na het invoering van de wet hebben we het over de handhaving. En ik vraag toch even van u of u wat nadrukkelijker in kan gaan op de capaciteiten die dat van gemeentes gaat vragen. Want ik hoor een aantal partijen zeggen als dat niet gaat gebeuren is de kans op succes niet zo heel erg groot. En ik vind dat u daar wat makkelijk overheen loopt. En aanpalend daaraan, ik ben ook benieuwd of u een juridische analyse heeft gemaakt van eventuele verantwoordelijkheden van de gemeente. Op het moment dat je kan zeggen er zijn wel vergunningen in het verleden verleend. En is daar op de een of andere manier nog een juridische analyse door gemeentes gemaakt?
En tot slot nog één kleine vraag aan de heer Stam. Op het moment dat 2024 dichterbij komt en het aantal saneringen gaat toenemen, dan doet dat ook iets met de arbeidsmarkt en mogelijk de prijs. Kunt u daar iets over zeggen of u dan verwacht dat de prijzen gaan toenemen en zo ja, hoeveel? De heer Stichter. Het doet mij altijd deugd als er aan de gemeente wordt gedacht. Het is alleen zo dat inmiddels bijna bij alle opgaven die we in dit land van belang vinden, dat we aan gemeenten denken. Of het nou energie is of noem maar op. Het begint bij een nationale ambitie die we met elkaar delen en uiteindelijk ligt de bal bij de gemeente om het volgens het initiatief te nemen. En in zekere zin doen gemeenten dat heel graag, want het is nu eenmaal de eerste overheid dicht bij de burgers. Maar er zitten ook wel grenzen aan activiteiten die je er eventjes bij kunt doen. Het is op de concrete vraag hoeveel capaciteit hier echt voor nodig is, kan ik geen concrete antwoord geven, omdat we eigenlijk op dit punt nog niet helemaal precies weten hoe je dat nou zou kunnen gaan oppakken. Wat wij wel weten, met een aantal gemeenten die hier actief in is geweest, Breda, Lelystad, uiteindelijk, naast de initiatief van wat veel corporaties nemen, de eigenaar-bewoners, in vooral die gespeelde wijken noemen ze dat, waar eigenaar-bewoners tussen die corporatiewijken zitten, ja, is dat een hele intensieve aangelegenheid. Omdat je uiteindelijk van deur tot deur moet gaan en van deur tot deur moet gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn, wat de financieringsmogelijkheden zijn, ontzorgen ook in die aanpak. In die zin lijkt het ook wel iets als op die aardgasvrije wijken. Daar zie je eigenlijk ook dat het dezelfde intensiteit vraagt van gemeenten om dat op een goede manier te kunnen ondersteunen. Ja, en dat is niet een klusje wat er even bij doet. Dus als we met elkaar vinden dat het asbestverbod overeind moet blijven en wij vragen meer regie aan gemeenten om dit ook te faciliteren richting de eigenaar-bewoners, dat heb ik een paar keer gehoord, dan moet je ook gaan nadenken aan een manier om gemeenten daar ook in staat te stellen om dat op een goede manier te doen. En wellicht biedt dat kans omdat je daarmee een aantal opgaven ook kunt verbinden. En dan ligt het ook voor de hand om een energievraagstuk ook direct te verbinden aan een sanering van asbestdaken. Daar zit win-win in, maar wel onder de juiste wel met een invulling van die voorwaarden die daarbij horen. Anders lukt dat niet. En ten aanzien van de juridische verantwoordelijkheid, op die manier hebben we niet naar gekeken. Strikt genomen is ook een paar keer gezegd, richt het verbod zich op de eigenaar-bewoners. Zou je kunnen zeggen, nou, daar heb je als gemeente heb je daar in formele zin geen verantwoordelijkheid in. Je kunt daar die rol wel pakken, maar in formele zin niet. Op het moment dat er verbod is en je zou kunnen gaan, nu moet de gemeente op gaan handhaven. Nou, dat is een ander interessant vraagstuk, daar hebben we iets minder over gehad. Want wij zien ons dat nog niet direct voor ons, hoe die handhaving er dan vervolgens uit gaat zien. Op dat punt. Oké, meneer Stam, nog even over de verwachtingen als de vraag toeneemt. Ja, als de vraag toeneemt, dan ga ik ervan uit dat we vanaf morgen gaan starten met die 14,5 miljoen vierkante meter per jaar. Want dat is natuurlijk en blijft het punt. Komt het in de laatste 3-4 jaar of kunnen we er nu nog 6 jaar over doen? Op het moment zou het een uitbreiding zijn, vergeleken met de laatste jaar wat er is verwijderd. En op het gebied van de dakbeplatingen is dat wat we extra nodig hebben aan capaciteit. Een 250 tot 300 werknemers in de branche. Dat zou betekenen ongeveer een uitbreiding met 5%. En ja, is dat haalbaar? Nou ja, goed, we weten allemaal dat het momenteel moeilijker haalbaar is dan een 5, 6, 7 jaar geleden. Want het is aan alle kanten. Op het moment dat je morgen je badkamertje wil tegelen en je gaat bellen naar beneden, denk ik binnen 2 maanden ook geen tegelzetter. Dat is natuurlijk een rent aan momenteel de economie zoals die ervoor staat en zeker bouwgerelateerd. Maar om te zeggen, is het onoverkomelijk? Nee, absoluut niet. Maar de vraag moet wel gaan toenemen, zodat het verdeeld wordt over de komende 6 jaar. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil de heren bedanken, allemaal heren achter de tafel, bedanken voor uw toelichting. En de informatie viel me op dat er vrij veel verteld wordt over van haalbaarheid in de zin van wie gaat het betalen. Verschillende plaatsen komt dat terug. Ik hoorde dat meneer Mulder vertellen van de enorme opgave is niet te betalen. Mijn vraag is nou, hebt u enig idee over welke kosten het gaat? Hoeveel gaat er nou eigenlijk? Ja, want, en de tweede vraag is, wie moet het gaan betalen in uw naar uw mening? Dat zou ik ook eigenlijk aan uw buurman willen vragen, meneer Eckers. En ik heb diezelfde vraag eigenlijk ook voor de VNG. Want de VNG zegt, wij moeten waarschijnlijk een heleboel dingen gaan doen. En het wordt heel moeilijk en heel zwaar. Maar over welke bedragen praten wij dan naar uw mening of inschatting?
En wie, van wie moet het geld komen? Ik heb zo stil vermoeden dat het de Rijksoverheid is, maar ik zal u graag die vraag voorleggen. En dan heb ik nog een aparte vraag aan de heer Jansen van LTO. Ik hoorde u in het begin zeggen dat stichting Assert een rol speelt in het geheel. En dat, dat daar problemen mee zijn. Misschien dat u daar iets over kunt vertellen. Wat zijn nou, waar ligt de gespannen verhouding tussen LTO en Assert? En is daar iets mee te doen? Want ik snap niet helemaal wat daar nou de problemen van zijn. Dat zijn mijn vragen. Dank u wel. Dank u wel. Dan beginnen we bij de heer Mulk. Ja, de heer Ruurs vraagt naar de hoogte van de kosten. Nou, er zijn allerlei bedragen die de ronde doen. 10, 20, 30.000 euro. We hebben even heel concreet gekeken naar offertes die mensen in Deventer ontvangen hebben. En er stond een totaalbedrag op van 18.500 euro. Voor 56 vierkante meter asbest. Leien. En dat is bijvoorbeeld al twee keer zoveel als de rekentool van Milieu Centraal aangeeft. Dus dat vinden wij ook zorgwekkend. En wij denken ook dat die kosten oplopen. En dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de vraag en hoe de branche daarop reageert. Wie gaat dat betalen? Kijk, je bent verantwoordelijk voor je eigen dak. Hè? Dus als het gaat lekken, ga je dat zelf vervangen. Als je een goed dak hebt, wat je eerder moet vervangen vanwege regeltjes van de overheid, dan ben je daar niet zelf verantwoordelijk voor die kosten. Dat is onbehoorlijk bestuur. Als de overheid jou dwingt tot zaken die je normaal gesproken bij goed onderhoud van je huis nog niet zou doen, of tegen veel lagere kosten zou kunnen doen, dan moet die overheid dat betalen. En wij zeggen er wel bij, je kan die kosten ook wat drukken. Hè, maar goed, hè, daar heb je dat stoplichtmodel bijvoorbeeld. En kun je ook gecertificeerde dakdekkers en timmermannen iets laten doen? Of moet je altijd met vol materieel uitrukken? Daarom vind ik dat rapport van TNO en de Universiteit van Utrecht en Nijmegen zo interessant. Die zeggen eigenlijk van kijk, als je de risico's niet goed in kan schatten, dan ga je natuurlijk alles uit de kast trekken. Dat is een soort voorzorgsbeginsel. En dat geldt in Nederland voor heel veel risico's. Als je niet weet, dan neem je het zekere voor het onzekere. Maar als je die risico's heel goed in kaart gaat brengen, dan kun je daar ook de maatregelen op toespitsen. En dan kunnen de kosten omlaag. Maar dan moet wel de overheid dat betalen. Dank u wel. En meneer Eckers, ook over de inschatting van de kosten. Ja. Nou ja, een praktische situatie is 200 à 250 euro per vierkante meter voor een betrekkelijk ingewikkelde situatie. En dat de kosten zo hoog kunnen oplopen, dat is niet alleen een kwestie van dat het saneren zo duur is, of dat die leien, het gaat in dit geval om leien die nou eenmaal duurder zijn dan golfplaten, dat die zo duur zijn. Er komt ook heel veel bij kijken. Meneer Stam had het al over stijgers. Die maken een hoop kosten. Een paar duizend euro per woning is gewoon, daar moet je rekening mee houden. Er treden ook heel vaak bepaalde tekortkomingen op die in de tijd bij de bouw zijn gemaakt, die dan bij zo'n sanering moeten worden hersteld. Dat is ook gelijk alweer een paar duizend euro. En zo komt het allemaal bij elkaar dan toch in die richting van boven de 200 euro per vierkante meter. Dat zal voor golfplatenhuizen wat minder zijn. Aan de andere kant, in Rotterdam bijvoorbeeld, betreft het golfplaten en daar loopt het zelfs naar de 50.000 euro. Ik heb nog niet uitgerekend hoeveel dat per vierkante meter is, maar dat is waarschijnlijk het dubbele zo'n beetje. Dus er komt gewoon toch heel veel bij kijken wat de prijs behoorlijk opvoert. En ik had al aangegeven dat een particuliere woning, vooral ook als je het in een treintje doet, zoals dat heet, toch een stuk ingewikkelder is dan een boerenschuur met hetzelfde oppervlak. Daar heb je gewoon rekening mee te houden. Dus ik hou zelf aan, het kost toch minstens 100 euro voor een heel simpel huis met een hele simpele situatie en tot boven de 200 euro per vierkante meter. Daar zullen we echt rekening mee moeten houden. En wie dat moet betalen? Nou ja, liefst de overheid zoveel mogelijk. Maar ik weet niet hoe ver we daarmee komen. Ik heb een stelling. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit hoeveel het kost, als het maar betaalbaar is. Dus het hangt ook ontzettend af van hoeveel goede financiële voorzieningen er komen.
De rente is op dit moment laag en een aflossingsvrije lening bijvoorbeeld, aflossingsvrij, niet renteloos, maar aflossingsvrij, die zou de kosten al een stuk lager kunnen maken. En daar wordt op dit moment helemaal niet in voorzien. Je krijgt gewoon een lening zoals je die bij elke bank kunt krijgen, als je al een lening kunt krijgen. En dat fonds waar de overheid dus op dit moment mee bezig is, dat zou veel ruimer ingesteld moeten worden. En voor de mensen die het echt nodig hebben, zo'n aflossingsvrije lening moeten beschikbaar kunnen stellen. En dan zijn er waarschijnlijk nog toch wel een beperkt aantal mensen waar het dan nog niet haalbaar is. Nou, dan moet er nog verder creatief worden opgetreden. Maar het is essentieel dat als deze sanering doorgaat, daar zijn we op zichzelf ook wel voor, want we willen van dat stigma wat al die huizen hebben af, dat dan er een regeling moet komen die het echt voor iedereen mogelijk maakt om eraan mee te doen. En dan zijn we gewoon definitief van dit probleem af. Dank u wel. Dan kijk ik opnieuw naar de heer Stichter als het gaat om de kosten voor gemeenten in dit geval. Begreep ik ja, maar dat raakt ook wel de kosten van de huizen. Ik zal het even kort uitleggen. Wij zien nu dat de kosten ongeveer tussen 10.000 en 80.000 euro per woning zijn. Dus ik reken niet per vierkante meter, maar dat zijn de kosten die uiteindelijk neerslaan richting de eigenaarbewoners daarin. We zien dat een deel daarvan daar absoluut geen eigen financiering voor kan vinden. Dus dat doet een beroep op de collectiviteit om daar iets van voor te, om daar iets voor te organiseren, ja, iets voor te regelen. Op dit moment denken wij ook na, samen met het Rijk Provincies Banken, naar een fonds om dat te dekken daarin. Daarvan weten we op voorhand dan dat een deel van de eigenaarbewoners die daar beroep op zal doen, dat nooit zal terug kunnen betalen. Dus dat zal een fonds zijn met een hoog risico. In de zin, je stopt daar geld in als overheid en je weet dat je daar een deel daarvan niet terug zult gaan krijgen. Dat is gezien toch de financiële situatie van heel veel gemeenten met veel tekort op de jeugd, veel tekort in het sociaal domein en niet erg aantrekkelijk perspectief om in te stappen in dat fonds, weten dat je eigenlijk al tekort hebt op andere terreinen daarin. En dat is denk ik, wij denken dat het echt wel een bottleneck zal zijn voor gemeenten om in te stappen in zo'n type fonds. En we moeten voorkomen dat eigenaarbewoners die toevallig in die gemeente wonen, die al met tekort op de jeugd, die dan niet instappen, de dupe worden van dat besluit. Dus er moet een fonds komen, primair gevuld vanuit de collectiviteit, waar mensen die het niet kunnen betalen een beroep op kunnen doen, dat ze ontzorgd worden in de aanpak en ontzorgd worden in financiële zin, zonder dat het druk zet op jeugdtekort en alle dingen. Dus dat is de andere vraag over wat vraagt u van gemeente. Ja, dat is heel sterk afhankelijk van de rol die de gemeente toedicht in de aanpak daarin. Wat wij rondom, wat ik noemde net even Lelystad en Breda, die dat rondom asbest heeft gedaan, daar hebben we indicaties van. We zien in twee steden als Rotterdam en Amsterdam die heel hard aan de aardgasvrije wijken op dit moment trekken. Ja, dat het aantal mensen wat daar nu wordt opgezet om op wijkniveau dat te gaan doen, dat neemt heel erg snel toe. Omdat je echt op wijkniveau van deur tot deur op zal moeten gaan. Dan heb je het al snel over tientallen mensen die je extra hierop zult zetten. Nou, dat is niet alleen voor asbest, dat zou je kunnen combineren met andere opgaven. Maar het is wel een arbeidsintensief werkje als je het op deze manier zou willen doen. Maar wel verbonden, denk ik, met een aantal pleidooi van de mensen aan tafel. Als je het serieus neemt, dan zul je het zo moeten organiseren. Oké, ik denk dat de heer Mulder daar nog iets over wil opmerken. Nou, kom ik nog. Het stort me zo mateloos dat die vraag van kun je het betalen zo op tafel ligt. Het gaat erom, er is overheidsbeleid wat jou op kosten jaagt. Dan is dat niet de primaire vraag van kun je het betalen. Dan is wie behoort dat te betalen? Als er in de ruimtelijke ordening zaken veranderen, dan heb je toch ook planschadeprocedures. Dan hoef je toch ook niet te zeggen, dan ga je toch niet kijken wie het kan betalen. Als er een snelweg door jouw huis komt, kun je het betalen? Nou, dan betaal je toch lekker zelf. En de 5% die het niet kan betalen, doen we een fonds. De primaire vraag is, wie veroorzaakt dit probleem? De overheid, want die streeft daarmee een publiek doel na. En die gaat het dus betalen. Het punt is duidelijk, denk ik. Niet alleen voor meneer Stichter, maar ook voor de aanwezige leden. Nog even naar de heer Jansen, want er was nog een vraag over die bijzondere werkwijze. Ik ben de naam even vergeten. Asset. De uitdagingen met Asset. Ik doe dit dossier nu ongeveer anderhalf jaar. En op een gegeven moment zei ik toch van, goh, als we dat dan in de Tweede Kamer voor elkaar krijgen, dan kan het toch eenvoudiger, dan kan het toch makkelijker. En toen bleek dus dat het nog naar Stichting Asset moest. En die ging toen kijken van, nou, gaan we dat nu daadwerkelijk doen? Nou, ik geef niet graag toe, ik word niet snel boos, maar toen dacht ik echt wel van, puntje. Hoe kan het nu dat ik in de Tweede Kamer was voor elkaar, ik zeg maar even, wij in de Tweede Kamer was voor elkaar krijgen en het gebeurt dan nog niet? Terwijl wij eigenlijk best wel willen versnellen.
Toen heb ik daarop nagevraagd en blijkt dus dat asset, daar hebben wij als agrarische sector zeg maar geen invloed op. En heeft dus ook een heel autonoom, ja, een autonome werkwijze. En die houdt bijvoorbeeld ook die innovaties tegen. Persoonlijk zie ik heel veel in de innovatie om coating op de golfplaat te doen. Want dan stop je dus dat die asbestdeeltjes vrijkomen. Dan ben je ook volgens mij van het probleem af. Maar goed, bij asset zit dat loopt nog een beetje spaak, zal ik maar zeggen. En daarom zeg ik ook dat wij klem zitten, want wij proberen aan alle kanten het te verbeteren, maar je loopt aan alle kanten tegen zaken aan, waardoor wij dus klem zitten. Dus wij willen zeggen van nou, kijk, je kan het hebben over het probleem. Nou goed, laten we daar dan maar overheen stappen. Wij vinden het eigenlijk, nou, we hebben meneer Helsloot gehoord, ik denk dat dat duidelijk is. Maar goed, als het dan toch moet, dan, nou ja, vooruit, dan moet het dan maar, dan willen we het wel snel. En dan loop je weer tegen een ander probleem aan. En dan zegt de verzekeraar, ja, wij stoppen met verzekeren. De bank zegt, je moet extra rente betalen. Ja, weet je, zo word je aan alle kanten, zit je gewoon klem. En daarom willen wij graag dat dit verbod van tafel gaat. Dank u wel. Ik kijk naar de klok. We hebben nog heel even, dus ik kijk nog één keer de leden van de fracties aan of zij nog een brandende vraag hebben. Meneer Ruurs niet meer, mevrouw Viers niet, meneer Binnenma ook niet, maar meneer Atsma nog wel. En de dames. Toch even aanhakend op de laatste. De heer Jansen zegt van ja, de banken die vragen dus meer rente. Terwijl de heer Stichter zegt vanuit de VNG, er zou een fonds moeten komen, even los van de vraag wie dat voedt en hoe het geregeld is. Kijkt de VNG ook naar de landbouwgerelateerde bedrijven in de eigen gemeenten? Want dan heb je het snel geregeld, zeg ik tegen de heer Jansen, als dat het enige probleem zou zijn. Volgens mij zijn er meer problemen. En ook de woonboerderijen waar vanuit eigen huis op werd gewezen, vallen die ook onder zeg maar, het domein wat de heer Stichter hier eigenlijk omschrijft. Dus eigenlijk alles in uw gemeenten. Ja. Nou, dat is ook een heerlijk concreet en kort antwoord. Ja. Dan kijk ik nog even verder. De heer Van der Sluis en dan mevrouw Stiene nog. Dank u wel, voorzitter. De heer Pepers die had het net over dat het voor Adens een hele dure zaak gaat worden. Tientallen miljoenen had u het over voor 320.000 vierkante meter. Het zijn allemaal huurwoningen die u waarschijnlijk heeft, sociale huurwoning. Wat voor consequenties gaat dat straks hebben voor de mensen met een minimuminkomen die bij u een woning huren? Ja, het spreekt voor zich dat al dit soort kosten een weg vinden naar de huur. Dus uiteindelijk betalen de huurders dit soort saneringen. Dus niet een soort geheime fonds wat dit soort dingen voor ons betaalt. Dat komt allemaal uit de kastroom, uit de huren. En ik denk dat dat ook een reëel feit is. En er werd ook wel net iets gezegd dat er een soort combinatie zou kunnen worden gemaakt met verduurzamingsopgaven, maar dat heeft niks te maken met de kosten van het saneren. Want die moet je apart nemen. En ook een opmerking over de combinatiemogelijkheid. Als je weet dat veel van die golfplaten op schuurtjes zitten. Het is niet zo dat we daar nou de grootste verduurzamingskansen hebben op die schuurtjes. En het zit ook echt op die woningen. Het zijn gewoon extra kosten. En dat heeft weer te maken met proportionaliteit. En zolang de overheid onduidelijk is om wat voor risicoklasses dit nou precies gaat plaatsvinden, als het wordt afgeschaald, als de dakdekker of de timmerman het ook kan doen, dan nemen de kosten af en dan neemt de haalbaarheid toe. Maar als dat niet zo is, dan is de proportionaliteit echt een vraag. En dan kun je ook een claim verwachten vanuit de eigenaren die zeggen van nou, dit is niet proportioneel. Dus overheid, u bent aan de beurt. Dank u wel. Dan kijk ik nog naar mevrouw Stienen. Ja, dank u wel allemaal. Ik kijk nog even naar het stemmingsoverzicht in de Tweede Kamer. Daar heeft alleen de SGP tegen dit wetsvoorstel gestemd. Dus blijkbaar hebben onze collega's aan de andere kant in alle wijsheid, op basis van heel veel informatie, besloten dat dit een goed wetsvoorstel was. Nu ligt het bij ons. En ik heb toch na vanmiddag de vraag, wat zijn nou de maatschappelijke kosten als deze wet het niet haalt? Als we dus niet beginnen met het saneren van die daken. En dat is een grote filosofische vraag, maar ik ben toch benieuwd of één of twee van jullie daar nog iets over wil zeggen. Want daar maak ik me dan wel zorgen over, want hoeveel achterstand lopen we dan op? Ze zeggen toch altijd dat je het dak moet repareren als de zon schijnt. Nou, het wordt bijna zomer. Wie van u wil daar, maar dan heel kort, meneer Stam?
Qua geld kan ik er niet over oordelen, maar als ik alleen de bron TNO erbij pakt, over 2018, de belangrijkste bron asbestvezel in de leefomgeving Nederland zijn de asbestdaken. Bron 2018. Die hebben ook aangegeven dat op het moment dat per 1000 vierkante meter 3 kilo asbeststof, dat is 240.000 kilo asbestvezel per jaar vrijkomt. Doe dat eens bij elkaar. Dus ik bekijk het even vanuit die filosofie. En op het moment dat een blootstelling is en wij zeggen, joh, dat vinden we goed, daar kunnen we mee omgaan. En we vinden dat zijn wel dingen buiten het financiële aspect die we wel degelijk moeten laten meewegen. Ja. Het zijn inderdaad die kleine schuurtjes die geen gevaar opleveren. Alleen komen we toch heel dikwijls tegen dat op het moment dat wij die schuurtjes moeten saneren in die brandsteegjes, dat we de mos meenemen eromheen, omdat er vezel wordt aangetroffen. Juist dat, in die binnenstedelijke gebieden, is het gezondheidsrisico. En laten wijze mensen daar allemaal naar kijken. Wij moeten onze medewerkers erin zorgen dat die veilig kunnen werken. Daarnaast de mensen die daar, die kinderen die door die stegen lopen, neem dat ook mee. En dat het met een, wij zijn ook uit de branche voor risico gestuurd saneren. Mm-hmm. Absoluut. Dank u wel. Dat is een helder antwoord. Meneer Eckers nog. En dan meneer, iedereen. Maar ik wil er wel gezien de tijd bij u op aandringen dat u in één zin antwoord op de vraag van mevrouw Stine. Nou kijk, wij zijn niet tegen tegen deze wet en tegen het saneren van asbestdaken. Niet zozeer vanwege de gezondheidseffecten. Dat is door meneer Helsloot en consort toch duidelijk gemaakt. En achter dat standpunt staan wij wel. Maar de woningen die met asbest zijn uitgerust, die hebben wel een stigma inmiddels gekregen. Die zijn slechter verkoopbaar, de waarde is gedaald. En daar moeten we vanaf. En dat is dus de reden dat we het toch willen laten doorgaan. Maar wel onder omstandigheden die het ook haalbaar maken voor iedereen. Dus met een goede bijdrage van de overheid en met regie. En dan zouden we toch op een goede manier van het asbestprobleem op huizen af kunnen komen. Meneer Mulder. Ja, mijn ene zin die luidt als volgt. Ik vind het merkwaardig dat een vertegenwoordiger van de branche gewoon een linea recta tegenovergesteld verhaal ophoudt als twee topdeskundigen in een heel uur hebben gedaan. Meneer Pepers. Ik denk als je kijkt naar het risico van de golfplaten en de dakbedekking en je zou dat een top 5 moeten maken van risico's en op grond daarvan je maatregelen nemen, dan zou je het dakverbod niet in de top 5 zien. Heeft mevrouw Klip nog een laatste? Nee. Dan heeft de heer Van der Sluis, wat mij betreft, als vragensteller het laatste woord, want die had nog één vraag. Ja, een klein vraag, die had ik net al opgeschreven, ook voor de heer Mulder. U had het over wat een goed plan van aanpak zou kunnen zijn. Wat is volgens u voor ons een goed plan van aanpak? Een plan van aanpak is goed als het publieke doel wat hierna wordt gestreefd uitvoerbaar maakt. Op een manier die de mensen die het uit moeten voeren, namelijk ik zit al hier voor de huiseigenaren, dat het plan van aanpak het voor hen uitvoerbaar moet maken. Dat betekent met raad en daad bijstaan, dus echt helpen om het uit te voeren. En twee, ook een substantiële financiële bijdrage vanuit de Rijksoverheid daarbij. Omdat het niet hun idee was om voortijdig hun dak te vervangen. Dank u wel. Dan zijn wij daarmee aan het einde van deze deskundige bijeenkomst over het wetsvoorstel asbestverwijdering gekomen. Ik zou om te beginnen alle deskundigen hier achter de tafel nog eens namens de Kamer hartelijk willen danken voor hun komst, hun inbreng en alle adviezen en suggesties die ze ons hebben meegegeven voor de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Om die waardering te onderstrepen heb ik voor u allemaal een exemplaar van het boek Veelzijdig in deeltijd, dat iets zegt over ons werk als Eerste Kamer. Ik dank ook de leden voor hun komst en hun inbreng en natuurlijk ook alle belangstellenden voor hun aanwezigheid en belangstelling. Ik wens iedereen een goede avond en wel thuis. Dank u wel.